Handelingen van Apostelen, hoofdstuk 1: Het eerste bericht door Theophilus heb ik opgesteld over alle dingen die Jezus begonnen is zowel te doen als te onderwijzen, tot op de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij aan de Apostelen die hij had uitgekozen door middel van Heilige Geest bevelen had gegeven. Ook aan hen toonde hij, nadat hij had geleden, door vele onweerlegbare bewijzen dat hij levend was, daar hij gedurende veertig dagen door hen werd gezien. En met hen over de dingen aangaande het koninkrijk God sprak. En terwijl hij met hen samenkwam, beval hij hun: Vertrek niet uit Jeruzalem, maar blijf wachten op datgene wat de Vader heeft beloofd, waarover gij van mij hebt gehoord. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult niet vele dagen hierna in Heilige Geest worden gedoopt. Toen zij nu bijeengekomen waren, gingen zij hem vragen: Heer, herstelt gij in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Hij zei tot hen, het komt u niet toe kennis te verkrijgen van de tijden of tijdperken die de Vader in zijn eigen rechtsmacht heeft gesteld. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest op u gekomen is. En je zult getuigen van mij zijn, zowel in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, en door de verst verwijderde streek der aarde. En nadat Hij deze dingen had gezegd, werd hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven. En een wolk ontrok hem aan hun gezicht. En toen zij met gespannen aandacht in de lucht keken, terwijl hij heen ging, zie, daar stonden twee mannen in witte klederen naast hen, en zij zeiden: Mannen van Galilea, waarom staat gij in de lucht te kijken? Deze Jezus, die van u werd opgenomen in de lucht, zal al dus op dezelfde wijze komen als gij hem in de lucht hebt zien gaan. Toen keren zij naar Jeruzalem terug van een berg die de Olijfberg wordt genoemd welke dichtbij Jeruzalem, een Sabbatsreis daar vandaan ligt. En toen zij de stad waren binnengekomen, gingen zij naar het bovenvertrek waar zij verblijf hielden. Petrus, als ook Johannes en Jacobus, en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon de Eifraar, en Judas, de zoon van Jacobus. Zij allen hielden eensgezind aan in het gebed samen met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. In die dagen nu stond Petrus te midden van de broeders op en zei, er was een schade van ongeveer 120 personen bijeen, Mannen, broeders, het schriftwoord moest vervuld worden dat de Heilige Geest bij monden van David tevoren gesproken heeft over Judas, die een gids is geworden van hen die Jezus gevangen namen, want hij werd door de onzen gerekend, en kreeg een aandeel aan deze bediening. Deze nu heeft met het loon voor onrechtvaardigheid een veld gekocht, en met het hoofd voorovergestort is hij met veel geluid midden open gebarsten, en al zijn ingewanden werden uitgestort. Het werd ook bekend aan alle inwoners van Jeruzalem, zodat dat veld in hun taal Akeldama, dat wil zeggen bloedveld, werd genoemd. Want er staat geschreven in het boek der Psalmen: zijn verblijfplaats worden woest. En er zijn geen bewoner in, en iemand anders neemt zijn ambt van opzicht. Daarom is het noodzakelijk dat van de mannen die met ons samenkwamen, gedurende al de tijden de Heer Jezus onder ons in en uitging, te beginnen bij zijn doop door Johannes en tot de dag waarop hij van ons werd opgenomen, één van deze mannen met ons een getuige wordt van zijn opstanding. Derhalve stellen zij er twee voor zich, Jozef, ook Barsebas geheten, die de bijnaam Justus droeg, en Matthias. En zij baden en zeiden, Gij, o Jehovah, die het hart van allen kent, wijs degene aan, die gij van deze twee hebt uitgekozen, om de plaats in te nemen van deze bediening en dit apostelschap, waarvan Judas is afgeweken om naar zijn eigen plaats te gaan. Toen wierpen zij het lot over hen, en het lot viel op Matthias. En hij werd met de elf apostelen gerekend. Hoofdstuk 2 In de loop van de dag van het pinksterfeest nu waren ze allen op dezelfde plaats bijeen, en plotseling kwam er uit de hemel een gedruis als van een voortgestuwde stevige bries, en het vervulde het gehele huis waarin ze zaten. En hun werden tongen als van vuur zichtbaar, die werden verdeeld, en op een ieder van hen zette zich er één. En zij werden allen met heilige geest vervuld en begonnen in verschillende talen te spreken, zoals de geest het hun gaf zich te uiten. Nu woonden er in Jeruzalem joden, eerbiedige mannen, die afkomstig waren uit elk van de natiën die er onder de hemel zijn. Toen dan dat geluid ontstond, kwam de menigte bijeen en was verbijsterd, daar iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ja, zij waren verbaasd. Hij ging het zich verwonderen en zeide: Ziet, zijn niet allen die daar spreken Galileërs? Hoe komt het dan dat een ieder van ons zijn eigen taal hoort, waarin we werden geboren? Parthen en Meden en Elamieten, en de bewoners van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en het district Asia, en Friesje en Pamphylië, Egypte en de steken van Libië dat bij Sirene ligt, en de hier woonachtige Romeinen, zowel Joden als Proselieten. Kretensers en Arabieren. Wij horen hen in onze talen over de grote daden van God spreken. Ja, zij waren allen verbaasd en verkeerden in verlegenheid en zeiden tot elkaar: Wat heeft dit toch te betekenen? Anderen echter bespotten hen en zeiden voorts: Zij zijn vol zoete wijn. Maar Petrus stond op met de elf en verhief zijn stem en sprak hen aldus toe. Mannen van Judea en al gij inwoners van Jeruzalem, dit zij u bekend en leent het oor aan mijn woorden. Deze mensen zijn in werkelijkheid niet dronken, zoals gij veronderstelt, want het is het derde uur van de dag. Integendeel, dit is wat door bemiddeling van de profeet Joël werd gezegd. En in de laatste dagen, zegt God, zal ik wat van mijn geest uitstorten op alle soorten van vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren, en uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw oude mannen zullen dromen, dromen. En zelfs op mijn slaven en op mijn slavinnen wil ik in die dagen wat van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik wil wonderen geven in de hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rooknevel. De zon zal in duisternis worden veranderd, en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag van Jehovah gekomen zal zijn. En al wie de naam van Jehovah aanroept, zal worden gered. Mannen van Israël, hoor deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die door God in het openbaar aan u is getoond door middel van krachtige werken, en wonderen en tekenen, welke God door bemiddeling van hem in uw midden heeft gedaan, zoals gij zelf weet. Deze man, die volgens het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God is overgeleverd, hebt gij door de hand van wetteloze mensen aan een paal geslagen. En om het leven gebracht. Maar God heeft hem opgewekt door de smarten van de dood te ontbinden, want het was niet mogelijk dat hij daardoor blijvend werd vastgehouden. David zegt namelijk met betrekking tot hem: Ik had Jehovah voortdurend voor mijn ogen, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik nimmer zou wankelen. Daarom werd mijn hart vrolijk en verheugde mijn tong zich zeer. Bovendien zal zelfs mijn vlees in hoop verblijven. Want gij zult mijn ziel in Hades niet verlaten, nog zult gij toelaten dat hij die jegens u loyaal is, het verderf ziet. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij met vrolijkheid vervullen met uw aangezicht. Mannen, broeders, het is toegestaan met vrijmoedigheid van spreken betreffende het familiehoofd David tot u te zeggen: dat hij zowel overleden als begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag. Welnu, omdat hij een profeet was en wist dat God hem met een eed had gezworen dat hij ene de vrucht van zijn lendenen op zijn troon zou doen zitten, voorzag hij en sprak hij over de opstanding van de Christus, dat hij niet werd verlaten in Hades en dat zijn vlees het verderf niet heeft gezien. Deze Jezus is door God opgewekt, van welk feit wij allen getuigen zijn. Daarom heeft hij. Daar hij tot Gods rechterhand werd verhoogd en de beloofde Heilige Geest van de Vader heeft ontvangen, dit uitgestort wat gij ziet en hoort. David immers is niet naar de hemelen opgestegen, maar hij zegt zelf: Jehovah heeft tot mijn Heer gezegd: Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel. Laat daarom het gehele huis van Israël met volle zekerheid weten dat God deze Jezus. Die gij aan een paal hebt gehangen, zowel tot Heer als tot Christus heeft gemaakt. Toen zij nu dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen en zij ze zeiden tot Petrus en de overige apostelen: Mannen, broeders, wat moeten wij doen? Petrus zei tot hen: Heb berouw en laat een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden en gij zult als vrije gaven de heilige geest ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die ver weg zijn, zoveel als Jehovah onze God er tot zich zal roepen. En met nog vele andere woorden legde hij grondige getuigenis af en bleef hen vermanen, en zij Wordt gered uit het kromme geslacht. Zij dan die zijn woord van harte aan vader werden gedoopt, en er werden op die dag ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. En ze bleven zich toeleggen op het onderwijs van de apostelen en het met elkaar delen, het nuttigen van maaltijden en gebeden. Ja, iedere ziel werd door vrees overvallen, en er geschieden voorts vele wonderen en tekenen door bemiddeling van de apostelen. Allen die gelovigen werden, waren bij elkaar en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En ze verkochten voorts hun goederen en bezittingen en deelden de opbrengst aan allen uit naar ieders behoefte. En dag aan dag waren zij voortdurend eensgezind in de tempel aanwezig. En zij nuttigden hun maaltijden in particuliere huizen en gebruikten het voedsel met grote verheuging en oprechtheid van hart. En zij loofden God en stonden bij het gehele volk in de gunst. Terzelfde tijd bleef Jehovah dagelijks degenen die gered werden aan hen toevoegen. Hoofdstuk 3. Petrus en Johannes nu gingen op naar de tempel voor het uur van gebed, het negende uur, en er werd een zekere man aangedragen die van de schoot van zijn moeder af kreupel was. En dagelijks zetten zij hem bij de tempeldeur, die de schone werd genoemd, neer, om gaven van barmhartigheid te vragen van hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes gewaar werd die juist de tempel wilden binnengaan, verzocht hij voorts of hij gaven van barmhartigheid mocht ontvangen. Maar Petrus, evenals Johannes, zag hem strak aan en zei, Kijk ons eens aan. Derhalve vestigde hij zijn aandacht op hen, in de verwachting iets van hen te krijgen. Doch Petrus zei, Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, loop! Toen pakte hij hem bij de rechterhand en richtte hem op. Ogenblikkelijk werden zijn voetzolen en de beenderen van zijn enkels stevig, en met een sprong stond hij overeind en ging lopen. En al lopend en springend ging hij met hen de tempel binnen, terwijl hij God loofde. En het gehele volk zag hoe hij liep en God loofde. Bovendien herkende zij hem toen als de man die gewoonlijk voor gaven van barmhartigheid aan de schone poort van de tempel zat. En zij werden met verbazing en verrukking vervuld over hetgeen met hem gebeurd was. Terwijl de man zich nu aan Peters en Johannes vastklampte, liep al het volk dat buiten zichzelf was van verbazing rondom hen te hoop in de zogenoemde Zuilengang van Salomo. Toen Peters dit zag, zei hij door het volk: Mannen van Israël, waarom verwondert gij u hierover, of waarom staart gij ons aan, alsof we hem door eigen kracht of Godvruchtige toewijding hebben doen lopen? De God van Abraham en van Isaak en van Jacob de god van onze voorvaders heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt die gij hebt overgeleverd en voor het aangezicht van Pilatus hebt verlogend ofschoon deze besloten had hem vrij te laten ja gij hebt die heilige en rechtvaardige verlogend en gij hebt gevraagd dat u een man een moordenaar geschonken zou worden de voornaamste bewerker van het leven daarentegen hebt gij gedood maar god heeft hem uit de doden opgewekt van welk feit wij getuigen zijn Daarom heeft zijn naam, door ons geloof in zijn naam, deze man die gij ziet en kent, sterk gemaakt. En het geloof dat de bemiddeling van hem is, heeft de man deze volledige gezondheid geschonken ten aanschouwen van u allen. En nu, broeders, ik weet dat gij in onwetendheid hebt gehandeld, evenals uw regeerders. Maar op deze wijze heeft God datgene wat hij tevoren bij monden van alle profeten had aangekondigd: dat zijn Christus zou lijden in vervulling doen gaan. Heb daarom berouw en keert u om, opdat uw zonden worden uitgewist, opdat er tijden van verkwikking mogen komen van de persoon van Jehovah en hij de voor u bestemde Christus mogen uitzenden, Jezus, die weliswaar in de hemel zelf moet verblijven tot de tijden van het herstel van alle dingen, waarover God bij monden van zijn heilige profeten van oudsher heeft gesproken. In feite heeft Mozes gezegd: Jehova, God zal uit het midden van uw broeders een profeet voor u verwekken gelijk mij. Naar hem moet geluisteren overeenkomstig alles wat hij tot u spreekt. Ja, elke ziel die niet naar die profeet luistert, zal volledig worden verdelligd uit het midden van het volk. En alle profeten trouwens, van Samuel af en die daarna zijn gevolgd, zoveel als er hebben gesproken, hebben deze dagen ook duidelijk bekendgemaakt. Gij zij de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw voorvaders is aangegaan toen Hij tot Abraham zei: En in uw zaad zullen alle families van de aarde gezegend worden. God heeft Zijn knecht, na Hem verwekt te hebben, het eerst tot U gezonden, om U te zegenen, door in ieder van U van Uw goddeloze daden af te keren. Hoofdstuk 4. Terwijl de twee nu door het volk spraken kwamen de overpriesters en de tempelhoofdman en de saduceeën op hen af, geërgerd omdat zij het volk onderwezen en de opstanding uit de doden in het geval van Jezus duidelijk verkondigden. En ze sloegen de hand aan hen en stelden hen in verzekerde bewaring tot de volgende dag, omdat het al avond was. Vele nechter van hen die naar de toespraak hadden geluisterd, geloofden, en het getal der mannen steeg tot ongeveer vijfduizend. De volgende dag werd er in Jeruzalem een vergadering gehouden van hun regeerders en oudere mannen en schriftgeleerden, ook Annas, de overpriester, en Caiaphas, en Johannes en Alexander, en allen die tot de familie van de overpriester behoren, En zij stelden hen in hun midden en gingen informeren. Door welke kracht of in wiens naam hebt gij dit gedaan? Toen zei Petrus vervuld met Heilige Geest tot hen: Regeerders van het volk en oudere mannen. Indien wij vandaag op grond van een goede daad aan een ziekelijk mens bewezen, erover worden ondervraagd door wie hij beter is gemaakt, dan zij het u allen en het gehele volk van Israël bekend, dat in de naam van Jezus Christus de Nazarener, die gij aan een paal hebt gehangen, maar die door God uit de doden is opgewekt, ja, door hem deze man hier gezond voor u staat. Dit is de steen die door u bouwlieden werd behandeld alsof hij van geen belang was. Die het hoofd van de hoek is geworden. Bovendien is er in niemand anders redding, want er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen is gegeven, waardoor wij gered moeten worden. Toen zij nu zagen hoe vrijuit Petrus en Johannes spraken, en bemerkten dat zij ongeletterde en gewone mensen waren, verwonderden zij zich. En ze gingen hen herkennen als personen die met Jezus waren geweest. En daar zij de mens die genezen was bij hen zagen staan. Konden zij er niets tegen inbrengen? Zij geboden hun daarom de Sanhedrin-zaal te verlaten, waarna zij overleg met elkaar pleegden en zeiden: Wat moeten wij met deze mensen doen? Want er is door bemiddeling van hen inderdaad een opmerkenswaardig teken geschiet dat openbaar is aan alle inwoners van Jeruzalem, en wij kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk wordt verbreid, hun met dreigementen zeggen tot geen enkel mens meer, op basis van deze naam te spreken. Daarop riepen ze hen en gelasten hun nergens meer iets te zeggen of te onderwijzen op basis van de naam van Jezus. Petrus en Johannes gaven hun echter ten antwoord: Oordeelt zelf of het in Gods ogen rechtvaardig is meer naar u te luisteren dan naar God. Maar wat ons betreft, wij kunnen niet ophouden te spreken over de dingen die wij gezien en gehoord hebben. Nadat zij hun dan nog meer dreigementen hadden toegevoegd, lieten zij hen vrij, daar zij geen enkele grond konden vinden om hen te straffen, en terwille van het volk, omdat zij allen God verheerlijkten om hetgeen er gebeurd was. Want de mens aan wie dit teken van gezondmaking was geschiet, was meer dan veertig jaar oud. Nadat ze waren vrijgelaten, gingen ze naar hun eigen mensen en berichten wat de overpriesters en de oudere mannen allemaal tot hen hadden gezegd. Toen zij dit hoorden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden, Soevereine Heer, gij zij degene die de hemel en de aarde en de zee en al wat daarin is hebt gemaakt, en die door middel van heilige geest bij monden van onze voorvader David, uw knecht, hebt gezegd, waarom zijn natieën in tumult geraakt en hebben volken op ijdele dingen gezonnen? De koningen der aarde hebben zich opgesteld. En de regeerders hebben zich als één blok aan één gesloten tegen Jehovah en tegen Zijn gezalfde. Zo ook waren in deze stad, zowel Herodes als Pontius Pilatus, tezamen met mensen der natieën en met volken van Israël, in werkelijkheid vergaderd tegen Uw heilige knecht Jezus, die Gij hebt gezalfd, om alles te doen wat Uw hand en raad van tevoren had bepaald dat zou geschieden. Nu dan, Jehova. Schenk aandacht aan hun bedreigingen, en geef uw slaven dat zij met alle vrijmoedigheid uw woord blijven spreken, terwijl gij uw hand uitstrekt tot gezondmaking, en terwijl er tekenen en wonderen geschieden door middel van de naam van uw heilige knecht Jezus. En na het opzenden van hun smekingen schudde de plaats waar zij vergaderd waren, en zij werden allen zonder uitzondering met de Heilige Geest vervuld, en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Bovendien was de menigte van hen die gelovigen waren geworden, één van hart en ziel, en zelfs niet één zei dat iets van zijn bezittingen zijn eigendom was, maar ze hadden alle dingen gemeenschappelijk. Ook bleven de apostelen met grote kracht het getuigenis betreffende de opstanding van de Heer Jezus geven, en een grote mate van onverdiende goedheid rustte op hen allen. Ja, er was geen enkele behoeftige onder hen, want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten deze. En brachten de opbrengst van het verkochte mee en legden die aan de voeten van de apostelen neer. Vervolgens werd dan aan een ieder daarvan uitgedeeld naar zijn behoefte. Zo bezat Jozef, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, hetgeen vertaald betekent zoon van vertroosting, een leviet van geboorte uit Cyprus, een stuk land dat hij verkocht en waarvan hij het geld meebracht en aan de voeten van de apostelen neerlegde. Hoofdstuk 5 Een zekere man echter met name Ananias verkochte samen met zijn vrouw Safira een eigendom en hield met medeweten van zijn vrouw in het geheim iets van de prijs achter en bracht slechts een gedeelte en legde het aan de voeten van de apostelen neer. Maar Petrus zei, Ananias, waarom heeft Satan u verstout de heilige geest te bedriegen en in het geheim iets van de prijs van het veld achter te houden? Bleef het niet van u zolang het in uw bezit bleef? En stond ook nadat het was verkocht, de opbrengst niet onder uw beheer? Waarom hebt gij u een daad als deze in uw hart voorgenomen? Gij hebt niet mensen bedrogen, maar God. Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en blies de laatste adem uit, en er kwam grote vrees over allen die ervan hoorden. De jongere mannen stonden echter op. Wikkelden hem in doeken en droegen hem naar buiten en begroeven hem. Nu kwam na een tussenpoos van ongeveer drie uur zijn vrouw binnen, niet wetend wat er was gebeurd. Petrus zei tot haar: Zeg mij, hebt gij beiden het veld voor zoveel verkocht? Zij zei: Ja, voor zoveel. Daarom zei Petrus tot haar: Waarom zijt gij beiden overeengekomen de geest van Jehovah op de proef te stellen? Zie, de voeten van hen die uw man hebben begraven, zijn aan de deur en zij zullen u uitdragen. Ogenblikkelijk viel ze aan zijn voeten neer en blies de laatste adem uit. Toen de jonge mannen binnenkwamen, vonden ze haar dood en ze droegen haar naar buiten en begroeven haar naast haar man. Dientengevolge ten gevolge kwam er grote vrees over de gehele gemeente en over allen die omtrent deze dingen hoorden. Voorts bleven er door de handen van de apostelen vele tekenen en wonderen onder het volk geschieden. En ze waren allen eensgezind bijeen in Salomo Zuilengang. Weliswaar had niet een van de anderen de moed zich bij hen aan te sluiten. Niettemin achtte het volk hen hoog. Wat meer zegt: er bleven gelovigen in de Heer toegevoegd worden, menigten van zowel mannen als vrouwen, zodat men de zieken zelfs op de brede straten bracht en hen daarop kleine bedden en draagbedden neerlegde, opdat als Petrus voorbijging tenminste zijn schaduw op iemand van hen zou vallen. Ook uit de steden rondom Jeruzalem bleef de menigte samen stromen en bracht zieken mee en mensen die door onreine geesten gekweld werden en die werden allen zonder uitzondering genezen. Maar de hoge priester en allen die met hem waren, de destijds bestaande secte der Sadduceeën, stonden op en werden met jaloezie vervuld. En ze sloegen de hand aan de apostelen en zetten hen in de openbare plaats van hechtenis. Doch in de nacht opende Jehovah's engel de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei, Gaat heen, stelt u op in de tempel, en blijf tot het volk alle woorden omtrent dit leven spreken. Nadat ze dit hadden gehoord, traden ze bij het aanbreken van de dag de tempel binnen en gingen er onderwijzen. Toen nu de hoge priester met de zijnen was aangekomen, riepen zij het Sanhedrin bijeen en de gehele vergadering van oudere mannen van de zonen van Israël, en zij zonden beambten naar de gevangenis om hen te halen. Maar toen de beambten daar kwamen, vonden ze hen niet in de gevangenis. Zij keerden daarom terug en brachten verslag uit en zeiden: Wij vonden de gevangenis met alle veiligheidsvoorzieningen op slot en de wachtposten bij de deuren staan. Maar toen wij opendeden, troffen wij niemand binnen aan. Toen nu zowel de tempelhoofdman als de overpriesters deze woorden hoorden, geraakten zij in verlegenheid over deze zaken en vroegen zich af waar dit toch wel op zou uitlopen. Maar iemand kwam hun berichten, ziet, de mannen die gij in de gevangenis hebt gezet, staan in de tempel het volk te onderwijzen. Toen ging de hoofdman met zijn beambten hen halen, maar zonder geweld, want zij waren bevreesd door het volk gestenigd te worden. Zij haalden hen dan en stelden hen in de Sanhedrinzaal. En de hoge priester ondervroeg hen en zei, wij hebben u uitdrukkelijk bevolen niet door te gaan met onderwijzen op basis van deze naam. En ziet, nochtans hebt gij Jeruzalem met uw leer vervuld en gij zijt vast besloten het bloed van deze mens over ons te brengen. Petrus en de andere apostelen gaven ten antwoord: Wij moeten God als regeerder, meer gehoorzamen dan mensen. De God van onze voorvaders heeft Jezus opgewekt, die gij om het leven hebt gebracht door hem aan een paal te hangen. Hem heeft God als voornaamste gevolmachtigde en redder tot zijn rechterhand verhoogd, om Israël de gelegenheid tot berouw en vergeving van zonde te geven. En wij zijn getuigen van deze zaken, evenals de Heilige Geest, die God heeft gegeven aan hen, die Hem als regeerder gehoorzamen. Toen zij dit hoorde, voelde zij zich diep gegriefd en wilde hen om het leven brengen. Maar er stond iemand in het Sanhedrin op. Een fariseer genaamd Gamaliel, een leraar der wet, die bij het gehele volk in aanzien stond. En hij gebood de mannen een ogenblik naar buiten te brengen. En hij zei tot hen: Mannen van Israël, schenkt aandacht aan uzelf met betrekking tot wat gij van plan zijt met deze mensen te doen. Voor deze dagen bijvoorbeeld stond Tuidas op, die beweerde dat hij iemand van betekenis was. En een aantal mannen, ongeveer vierhonderd, Sloten zich bij zijn partij aan. Maar hij werd om het leven gebracht, en allen die hem gehoorzaamden werden verstrooid en zijn tot niets geworden. Na hem stond Judas de Galileer op in de dagen der inschrijving, en hij trok volk achter zich. En toch is die man omgekomen, en allen die hem gehoorzaamden werden verstrooid. En onder de huidige omstandigheden zeg ik u daarom. Laat u niet in met deze mensen, maar laat hen begaan. Want indien dit plan of dit werk uit mensen is, zal het te gronde worden gericht. Maar indien het uit God is, zult gij hen niet te gronde kunnen richten. Anders zou misschien blijken dat gij in werkelijkheid tegen God strijdt. Toen gaven zij hem gehoor, en zij riepen de apostelen, gezelde hen. En gaven hun het bevel niet meer op basis van Jezus' naam te spreken en lieten hen gaan. Zij dan gingen van het Sanhedrin vandaan, verheugd dat zij waardig gerekend waren ten behoeve van zijn naam oneer te leiden, en zij bleven zonder ophouden elke dag in de tempel en van huis tot huis onderwijzen en het goede nieuws over de Christus, Jezus, bekendmaken. Hoofdstuk 6. In die dagen nu, toen het aantal discipelen steeds toenam, begonnen de Grieksprekende Joden tegen de Hebrews sprekende Joden te murmureren, omdat hun weduwen bij de dagelijkse voedselverdeling over het hoofd werden gezien. De twaalf riepen daarom de menigte der discipelen bij zich en zeiden: Wij trekken ons niet graag van het woord Gods terug ten einde voedsel over tafels te verdelen. Ziet daarom voor uzelf uit, broeders, naar zeven goed bekendstaande mannen uit uw midden, vol van geest en wijsheid. Opdat wij hen over deze noodzakelijke aangelegenheid kunnen aanstellen. Wij daarentegen zullen ons aan gebed en aan de bediening van het Woord wijden. En het gesprokene vond instemming bij de gehele menigte. En zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige geest, en Filippus, en Progerus, en Nicanor, en Timon, en Parmenas, en Nicolaus, een proseliet uit Antiochie. En zij stelden hen voor de apostelen die na gebeden te hebben hun de handen oplegden. Zo bleef het woord van God groeien en het aantal discipelen in Jeruzalem bleef sterk toenemen en een grote schare priesters werd het geloof gehoorzaam. Stefanus nu, vol van gunst en kracht, verrichtte grote wonderen en tekenen onder het volk. Sommige echter van hen die tot de zogenoemde synagoge der vrijgelatenen behoorden en van de sireneërs en alexandrijnen, en van hen die uit Cilicia en Asia waren, stonden op om met Stefanus te reden twisten. Toch waren zij niet opgewassen tegen de wijsheid en de geest waarmee hij sprak. Toen stookten zij heimelijk mannen op om te zeggen, wij hebben hem lasterlijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En zij hitsten het volk en de oudere mannen en de schriftgeleerden op, en ze overvielen hem plotseling, maakten zich met geweld van een meester en voerden hem naar het Sanhedrin. En ze lieten valse getuigen optreden, die zeiden: Deze mens houdt niet op tegen deze heilige plaatsen en tegen de wet te spreken. Wij hebben hem bijvoorbeeld horen zeggen dat deze Jezus de Nazarener deze plaats zal afbreken en de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen. En toen allen die in het Sanhedrin zaten met gespannen aandacht naar hem keken, zagen zij dat zijn aangezicht als het aangezicht van een engel was. Hoofdstuk 7 Maar de hoge priester zei: Zijn deze dingen waar? Hij zei: Mannen, broeders en vaders hoort. De God der heerlijkheid is aan onze voorvader Abraham verschenen, terwijl hij in Mesopotamië was, voordat hij zich in Haran vestigde. En hij zei tot hem: Verlaat uw land en uw bloedverwanten en kom naar het land dat ik u zal tonen. Toen verliet hij het land der Chaldeeën en vestigde zich in Haran. En vandaar deed God hem, nadat zijn vader was gestorven, van woonplaats veranderen en naar dit land gaan waarin gij nu woont. Nochtans gaf Hij hem geen enkel erfelijk bezit daarin, nee, nog geen voetbreed, maar hij beloofde het aan hem en zijn zaad na hem tot een bezitting te geven, hoewel hij nog geen kind had. Bovendien kwam het geen God sprak hierop neer, dat zijn nakomelingen als inwonende vreemdelingen zouden verkeren in een vreemd land. En dat men hen in slavernij zou brengen en hen zou kwellen, vierhonderd jaar lang. En die natie welke zij als slaven zullen dienen, zal ik oordelen, zei God. En na deze dingen zullen ze uittrekken en op deze plaats heilige dienst voor mij verrichten. Hij gaf hem ook een verbond der besnijdenis. En zo werd hij de vader van Isaac en besneed hem op de achtste dag. En Isaac van Jacob. En Jacob van de twaalf familiehoofden. En de familiehoofden werden jaloers op Jozef en verkochten hem naar Egypte. Maar God was met hem en bevrijdde hem uit al zijn verdrukkingen en gaf hem gunst en wijsheid in de ogen van Farao, de koning van Egypte. En hij stelde hem aan tot bestuurder over Egypte en zijn gehele huis. Maar er kwam een hongersnood over heel Egypte en Canaan, ja, een grote verdrukking, en onze voorvaders vonden geen voedingsmiddelen. Maar Jacob hoorde dat er in Egypte levensmiddelen waren, en hij zond onze voorvaders voor de eerste keer daarheen. En bij de tweede keer maakte Jozef zich aan zijn broers bekend, en de familieafkomst van Jozef werd aan Farao openbaar. Derhalve liet Jozef zijn vader Jacob en al zijn bloedverwanten uit die plaats overkomen, ten getale van vijf en zeventig zielen. Jacob daalde af naar Egypte. En hij overleed, evenals onze voorvaders. En zij werden naar Sichem overgebracht en werden in het graf gelegd dat Abraham voor een prijs in zilvergeld van de zonen van Hemor de Sichem had gekocht. Juist toen de tijd naderde voor de vervulling van de belofte die God openlijk aan Abraham had bekendgemaakt, nam het volk in aantal toe en vermenigvuldigde zich in Egypte, totdat er een andere koning over Egypte opstond die van Jozef niets afwist. Deze wende sluwe staatkunde aan tegen ons ras. En dwong de vaders er onrechtmatig toe hun baby's te vondeling te leggen, opdat zij niet in het leven behouden zouden worden. In diezelfde tijd werd Mozes geboren, en hij was goddelijk schoon, en hij werd drie maanden in het huis van zijn vader gezoogd. Maar toen hij te vondeling werd gelegd, nam de dochter van Farao hem op en bracht hem als haar eigen zoon groot. Dient ten gevolge werd Mozes en alle wijsheid der Egyptenaren onderricht? Ja. Hij was krachtig in zijn woorden en daden. Toen nu de tijd van zijn veertigste jaar ten volle verstreken was, kwam het in zijn hart op inspectie te houden onder zijn broeders, de zonen van Israël. En toen hij iemand in het oog kreeg die onrechtvaardig werd behandeld, verdedigde hij hem en wreekte degene die werd mishandeld door de Egyptenaar neer te slaan. Hij veronderstelde dat zijn broeders zouden begrijpen dat God hun door zijn hand redding gaf, maar zij begrepen het niet. En de volgende dag vertoonde hij zich aan hen terwijl ze aan het vechten waren, en hij trachtte de vrede tussen hen te herstellen door te zeggen: Mannen, gij zijt broeders, waarom behandelt gij elkaar onrechtvaardig? Maar degene die zijn naaste onrechtvaardig behandelde, stootte hem van zich af en zei: Wie heeft u tot heerser en rechter over ons aangesteld? Wilt gij mij soms op dezelfde wijze om het leven brengen als gij gisteren de Egyptenaar om het leven hebt gebracht? Op dit woord nam Mozes de vlucht en werd een inwonende vreemdeling in het land Midian, waar hij vader werd van twee zonen. En toen er veertig jaar ten volle verstreken waren, verscheen hem in de wildernis van de berg Sinai een engel in de vuurvlam van een dorenbos. Toen Mozes dit nu zag, verwonderde hij zich over de aanblik. Maar toen hij er naartoe ging om het te onderzoeken, kwam Jehovah's stem. Ik ben de God van uw voorvaders, de God van Abraham en van Isaac en van Jacob. Door beving bevangen durfde Mozes geen nader onderzoek in te stellen. Jehovah zei tot hem: Doe de sandalen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilige grond. Ik heb de slechte behandeling van mijn volk dat in Egypte is, zeer zeker gezien, en ik heb hun zuchten gehoord. En ik ben neergedaald om hen te bevrijden. Nu dan, kom, ik zal u naar Egypte zenden. Deze Mozes, die zij hadden verlogen door te zeggen: wie heeft u tot heerser en rechter aangesteld? Hem heeft God als heerser en ook als bevrijder gezonden, door de hand van de engel die hem in het dorenbos was verschenen. Hij heeft hen uitgeleid naar wonderen en tekenen te hebben gedaan in Egypte en in de Rode Zee. En in de wildernis, veertig jaar lang. Dit is de Mozes die door de zonen van Israël heeft gezegd: God zal uit het midden van uw broeders een profeet voor u verwekken, gelijk mij. Deze is het die de midden van de gemeente in de wildernis was, met de engel die tot hem sprak op de berg Sinai, en met onze voorvaders. En hij ontving levende, heilige uitspraken om ze u te geven. Onze voorvaders weigerden hem gehoorzaam te worden. Maar zij stoten hem van zich af en keerden in hun hart terug naar Egypte door tot Aaron te zeggen, Maak ons schoden om voor ons uit te gaan, want deze Mozes die ons uit het land Egypte heeft geleid, wij weten niet wat er met hem is gebeurd. Zo maakten zij dan een kalf in die dagen en brachten een slachtoffer aan de afgod en gingen zich in de werken van hun handen verheugen. Daarom keerde God zich af. En gaf hen over om heilige dienst voor het Heerleger van de Hemel te verrichten, zoals geschreven staat in het boek der Profeten. Hebt gij mij soms veertig jaar lang in de wildernis offerdieren en slachtoffers gebracht, o huis van Israël? Gij hebt daarentegen de tent van Moloch en de ster van de god Revan opgenomen, de afbeeldingen die gij hebt gemaakt om die te aanbidden. Daarom zal ik u nog verder dan Babylon wegvoeren. Onze voorvaders hadden in de wildernis de tent der getuigenis, overeenkomstig het bevel dat hij had gegeven toen hij tot Mozes sprak dat hij ze moest maken naar het model dat hij had gezien. En onze voorvaders die ze hebben overgenomen, hebben ze ook met Josua in het land gebracht dat in bezit was van de natieën, die God van voor het aangezicht van onze voorvaders heeft uitgedreven. Hier is ze gebleven tot de dagen van David. Hij vond gunst in Gods ogen. En vroeg het voorrecht te mogen hebben de God van Jacob een woonplaats te verschaffen. Maar Salomo bouwde een huis voor hem. Niettemin woont de Allerhoogste niet in huizen die met handen zijn gemaakt, zoals de profeet zegt: De hemel is mijn troon, en de aarde is mijn voetbank. Wat voor een huis zult ge voor mij bouwen, zegt Jehovah? Of wat is de plaats voor mijn rust? Heeft niet mijn hand al deze dingen gemaakt? Hartnekkige en onbesnedenen van hart en oren, gij weerstaat altijd de Heilige Geest. Zoals uw voorvaders deden, doet ook gij. Wie van de profeten zijn door uw voorvaders niet vervolgd? Ja, zij hebben hen gedood die van tevoren de komst van de rechtvaardige aankondigden, wiens verraders en moordenaars gij nu zijt geworden. Gij nog wel die de wet hebt ontvangen, zoals die door engelen werd overgebracht. Maar ze niet hebt gehouden. Toen zij nu deze dingen hoorden, voelden zij zich tot in het diepst van hun hart gegriefd en ze gingen tegen hem knarsen tanden. Maar hij, vol van heilige geest, staarde naar de hemel en zag toen Gods heerlijkheid en Jezus staande aan Gods rechterhand. En hij zei: Ziet, ik zie de hemelen geopend. En de zoon des mensen aan Gods rechterhand staan. Toen schreden zij luidkeels en hielden de handen voor de oren, en stormden als één man op hem af. En na hem buiten de stad te hebben geworpen, gingen zij stenen naar hem gooien. En de getuigen legden hun bovenklederen neer aan de voeten van een jongeman die Saulus heette. En zij bleven stenen naar Stefanus gooien, terwijl hij een dringend verzoek deed en zei: Heer Jezus. Ontvang mijn geest. Toen viel hij op de knieën en riep met krachtige stem: Jehovah, reken hun deze zonde niet aan. En na dit te hebben gezegd, ontsliep hij. Hoofdstuk 8. Wat Saulus betreft, hij hechtte zijn goedkeuring aan de moord op hem. Op die dag brak er een zware vervolging los tegen de gemeente die in Jeruzalem was. Alle werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria, uitgezonderde apostelen. Doch eerbiedige mannen droegen Stefanus ten grave en ze hielden een grote weeklacht over hem. Saulus evenwel ging gewelddadig tegen de gemeente tekeer. Hij drong het ene huis na het andere binnen, sleepte zowel mannen als vrouwen naar buiten en leverde hen dan over aan de gevangenis. Zij echter die verstrooid waren, gingen het land door en maakten het goede nieuws van het woord bekend. Zo daalde Filippus af naar de stad Samaria en ging hun de Christus prediken. De scharen schonken eensgezind aandacht aan hetgeen door Filippus werd gezegd, terwijl zij luisterden en de tekenen aanschouwden die hij verrichtte. Want er waren er velen die onreine geesten hadden, en deze gingen gewoonlijk luidkeels schreeuwend uit. Bovendien werden vele verlamden en kreupelen genezen. Er ontstond derhalve zeer veel vreugde in die stad. Nu was er in de stad een zekere man Simon genaamd, die voordien magische kunsten had beoefend en de natie van Samaria in verbazing had gebracht, terwijl hij van zichzelf beweerde dat hij iemand van grote betekenis was. En allen van klein tot groot gaven acht op hem en zeiden: Deze man is de kracht gods, die groot genoemd kan worden. Zij gaven dus acht op hem, omdat hij hen reeds een geruime poos door zijn magische kunsten had verbaasd. Maar toen zij Filippus geloofden, die het goede nieuws van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus bekend maakte, werden zij vervolgens gedoopt, zowel mannen als vrouwen. Ook Simon zelf werd een gelovige. En na te zijn bleef hij voortdurend bij Filippus. En hij stond verbaasd over de tekenen en grote, krachtige werken die hij zag gebeuren. Toen de apostelen in Jeruzalem vernamen dat Samaria het woord van God had aangenomen, zonden ze Petrus en Johannes naar hen toe. En deze daalden af en baden voor hen dat ze heilige geest mochten ontvangen, want die was nog op niemand van hen gevallen, doch ze waren alleen in de naam van de Heer Jezus gedoopt. Toen legden zij hun de handen op en ze ontvingen voorts heilige geest. Toen Simon nu zag dat door middel van de handoplegging van de apostelen de geest werd gegeven, bood hij hun geld aan en zei, Geeft ook mij deze macht, opdat een ieder, die ik de handen opleg, heilige geest ontvangt. Maar Peter zei tot hem, Dat u zilver met u verga, omdat ge hebt gedacht door middel van geld in het bezit te komen van de vrije gave gods. Gij hebt part nog deel aan deze zaak, want uw hart is niet recht in gods ogen. Heb daarom berouw over deze slechtheid van u. En smeek Jehovah dat de beraming van uw hart u indien mogelijk vergeven mag worden, want ik zie dat gij een giftige gal en een band van onrechtvaardigheid zijt. Simon gaf ten antwoord: Smeek gij, lieden, voor mij tot Jehovah, dat niets van wat gij hebt gezegd mij mogen overkomen. Toen zij dan het getuigenis grondig hadden gegeven en het woord van Jehovah hadden gesproken, keerden zij naar Jeruzalem terug. En ze gingen aan vele dorpen der Samaritanen het goede nieuws bekendmaken. Maar Jehovah's engel sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, naar de weg die van Jeruzalem naar Gaza afdaalt. Dit is een woestijnweg. Toen stond hij op en ging, en zie: een Ethiopische uineug, een machthebber onder Kandase, de koningin van de Ethiopiërs, en die over al haar schatten gesteld was. Hij was naar Jeruzalem gegaan om te aanbidden, maar keerde nu terug en zat in zijn wagen, terwijl hij hardop de profeet Jesaja las. Toen zei de geest tot Filippus: "Ga erheen en voeg u bij deze wagen." Filippus liep hard naast de wagen en hoorde hem hardop de profeet Jesaja lezen en hij zei: "Weet gij eigenlijk wel wat gij leest?" Hij zei: "Hoe zou ik dat toch ooit kunnen, tenzij iemand mij leidt?" En hij verzocht Filippus dringend in te stappen en bij hem te komen zitten. Het gedeelte van de schrift nu dat hij hardop las was het volgende. Als een schaap werd hij ter slachting geleid. En als een lam dat stom is voor zijn scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. Gedurende zijn vernedering werd het oordeel van hem weggenomen. Wie zal de bijzonderheden van zijn geslacht vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. De uineug antwoordde en zei tot Filippus: Ik smeek u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? Filippus opende zijn mond en te beginnen bij deze schriftplaats maakte hij hem het goede nieuws omtrent Jezus bekend. Terwijl ze nu voortgingen op de weg, kwamen zij aan een zeker water. En de uineug zei: Zie, hier is water, wat belet mij gedoopt te worden? Toen gebood hij de wagen te doen stilhouden en beiden. Zowel Filippus als de uineug daalden af in het water en hij doopte hem. Toen ze uit het water omhoog gekomen waren, voerde Jehovah's geest Filippus vlug weg en de uineug zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Filippus echter werd aangetroffen in Asdot, en hij trok het gebied door en bleef aan alle steden het goede nieuws bekendmaken, totdat hij te Caesarea kwam. Hoofdstuk 9 maar Saulus, die nog steeds dreiging en moord ademde tegen de discipelen van de Heer, ging naar de hogepriester en vroeg hem brieven voor de synagogen in Damaskus, om allen die tot de weg behoorden en die hij er vond, zowel mannen als vrouwen, geboeid naar Jeruzalem te brengen. Toen hij nu op zijn reis Damaskus naderde, flitste er plotseling een licht uit de hemel om hem heen en hij viel op de grond en hoorde een stem die tot hem zei. Saul, Saul, waarom vervolg gij mij? Hij zei, Wie zijt gij, heer? Hij zei, Ik ben Jezus die gij vervolgt. Maar sta op en ga de stad binnen, en u zal worden gezegd wat gij moet doen. De mannen nu die met hem reisden stonden sprakeloos, daar ze wel het geluid van een stem hoorden, maar niemand zagen. Saul stond echter van de grond op, en hoewel zijn ogen open waren. Zag hij niets. Zij leidden hem dus bij de hand en brachten hem Damascus binnen. En drie dagen lang zag hij niets, en at of dronk hij niet. Nu was er in Damascus een zekere discipel genaamd Ananias, en de Heer zei tot hem in een visioen: Ananias. Hij zei: Hier ben ik, Heer. De Heer zei tot hem: Sta op. Ga naar de straat die de rechter wordt genoemd en zoek in het huis van Judas naar een man genaamd Saulus uit Tarsus. Want zie, hij is in gebed. En hij heeft in een visioen gezien hoe een man genaamd Ananias binnenkwam en de handen op hem legde, opdat hij het gezicht zou terugkrijgen. Maar Ananias antwoordde: Heer, ik heb van velen over deze man gehoord hoeveel schadelijke dingen hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. En hier heeft hij volmacht van de overpriesters om allen die uw naam aanroepen in boeien te slaan. Doch de Heer zei tot hem: Ga heen, want deze man is mij een uitverkoren vat om mijn naam uit te dragen, zowel tot de naties als tot koningen en de zonen van Israël. Want ik zal hem duidelijk laten zien hoeveel hij om mijn naam moet lijden. Ananias ging derhalve heen en trad het huis binnen. En hij legde de handen op hem en zei, Saul, broeder, de Heer, de Jezus die u is verschenen op de weg waar langs gij zijt gekomen, heeft mij uitgezonden, opdat gij het gezicht moog terugkrijgen en met heilige geest vervuld moogt worden. En onmiddellijk vielen er van zijn ogen wat op schubben geleek en hij kreeg het gezicht terug en hij stond op en werd gedoopt en hij nam voedsel tot zich en werd versterkt. Gedurende enige dagen bleef hij bij de discipelen in Damascus, en onmiddellijk ging hij in de synagogen Jezus prediken, dat deze de zoon van God is. Maar allen die hem hoorden, verbaasden zich en zeiden: Is dit niet de man die in Jeruzalem verwoesting aanrichtte onder degenen die deze naam aanroepen? En die met datzelfde doel hierheen was gekomen, opdat hij hen geboeid naar de overpriester zou kunnen voeren? Maar Saulus bleef steeds meer kracht verwerven. En bracht de Joden die in Damascus woonden in verwarring, daar hij op logische wijze bewees dat deze de Christus is. Toen er nu heel wat dagen ten einde liepen, beraadslaagden de Joden tezamen om Hem om het leven te brengen. Maar hun complot tegen Hem werd aan Saulus bekend. Doch ook de poorten bewaakten zij dag en nacht zorgvuldig ten einde Hem om het leven te brengen. Daarom namen zijn discipelen hem en lieten hem s'nachts door een opening in de muur naar beneden zakken, door hem in een mand neer te laten. In Jeruzalem aangekomen deed hij pogingen zich bij de discipelen aan te sluiten, maar ze waren allen bevreesd voor hem, omdat zij niet geloofden dat hij een discipel was. Barnabas kwam hem daarom te hulp en bracht hem bij de apostelen. En hij vertelde hun uitvoerig hoe hij onderweg de Heer had gezien. En dat hij tot hem had gesproken, en hoe hij in Damaskus vrijmoedig in de naam van Jezus had gesproken. En hij bleef bij hen, terwijl hij in en uitging te Jeruzalem, en vrijmoedig in de naam van de Heer sprak. En hij sprak en redetwistte met de Grieks sprekende Joden. Dezen deden echter pogingen hem om het leven te brengen. Toen de broeders dit te weten kwamen, brachten zij hem naar Caesarea en zonden hem weg naar Tarsus. Toen trad er voor de gemeente in heel Judea en Galilea en Samaria werkelijk een periode van vrede in, en werd ze opgebouwd. En daar ze in de vrees van Jehovah en in de vertroosting van de Heilige Geest wandelde, bleef ze in aantal toenemen. Terwijl Petrus nu alle streken doortrok, kwam hij ook bij de heiligen die in Lydda woonden. Daar trof hij een zeker mens genaamd Eneas aan, die reeds acht jaar plat op zijn draagbed lag. Daar hij verlamd was. En Petrus zei tot hem: Eneas, Jezus Christus maakt u gezond. Sta op en maak uw bed op. En onmiddellijk stond hij op. En alle inwoners van Lydda en de vlakte van Saron zagen hem, en zij keerden zich tot de Heer. Doch in Joppe was een zekere discipelin genaamd Tabitha, hetgeen vertaald Dorcas betekent. Zij was overvloedig in goede daden en gaven van barmhartigheid die zij schonk. Juist in die dagen echter werd zij ziek en stierf. Daarom waste men haar en legde haar in een bovenvertrek. Daar nu Lidda dicht bij Joppe lag, zonden de discipelen, toen zij hoorden dat Petrus in die stad was, twee mannen naar hem toe met het dringende verzoek: Aarzel alsjeblieft niet naar ons toe te komen. Toen stond Petrus op en ging met hen mee. En zodra hij aankwam, brachten ze hem in het bovenvertrek, en alle weduwen kwamen wenend bij hem staan en toonden vele onder- en bovenklederen die Dorcas gemaakt had toen ze nog bij hen was. Maar Petrus liet iedereen naar buiten gaan, knielde neer en bad, en zich naar het lichaam kerend, zei hij: Tabitha, sta op! Zij opende haar ogen, en toen ze Petrus gewaar werd, ging ze overeind zitten. Hij reikte haar de hand en richtte haar op, en hij riep de heiligen en de weduwen en stelde haar levend voor hen. Dit werd in heel Joppe bekend, en velen werden gelovigen in de Heer. Nog heel wat dagen bleef hij in Joppe bij een zekere Simon, een leerlooier. Hoofdstuk 10 In Caesarea nu was een zekere man genaamd Cornelius. Een legeroverste van de Italiaanse afdeling, zoals deze werd genoemd, een godvruchtig man en iemand die met zijn gehele huisgezin God vreesde. En hij schonk vele gaven van barmhartigheid aan het volk en zond voortdurend smekingen tot God op. Zo omstreeks het negende uur van de dag zag hij duidelijk in een visioen een engel van God bij zich binnenkomen die tot hem zei: Cornelius! De man staarde hem aan en zei, door vrees aangegrepen. Wat is er, Heer? Hij zei tot hem: Uw gebeden en gaven van barmhartigheid zijn opgestegen als een gedachtenis voor het aangezicht van God. Zend nu daarom mannen naar Joppe, en ontbied een zekere Simon, die de bijnaam Petrus draagt. Deze verblijft als gast bij een zekere Simon, een leerlooier, die een huis aan de zee heeft. Zodra de engel die tot hem sprak was weggegaan, Riep hij twee van zijn huisknechten en een godvruchtig soldaat uit degenen die voortdurend bij hem waren, en hij verhaalde hun alles en zond hen naar Joppe. De volgende dag, terwijl deze hun reis vervolgden en de stad naderden, ging Petrus omstreeks het zesde uur het dak op om te bidden. Maar hij werd zeer hongerig en wilde eten. Terwijl men iets bereidde, geraakte hij in trance, en hij zag de hemel geopend. En een soort vat neerdalen, gelijk een groot linnen laken dat aan de vier uiteinden op de aarde werd neergelaten. En daarin bevonden zich allerlei viervoetige en kruipende dieren der aarde en vogels des hemels. En er kwam een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet! Maar Petrus zei: In geen geval, Heer, want nog nooit heb ik iets gegeten wat verontreinigd en onrein was. En de stem sprak wederom tot hem voor de tweede maal. De dingen die God heeft gereinigd, moogt gij niet langer verontreinigd noemen. Dit gebeurde een derde maal, en onmiddellijk werd het vat in de hemel opgenomen. Terwijl nu Petrus bij zichzelf in grote verlegenheid verkeerde, wat toch wel de betekenis mocht zijn van het visioen dat hij had gezien, zie, daar stonden de mannen die door Cornelius waren gezonden. En navraag hadden gedaan naar het huis van Simon aan de poort. En zij riepen en informeerden of Simon, die de bijnaam Petrus droeg, daar als gastverblijf hield. Terwijl Petrus nog over het visioen nadacht, zei de geest: Zie, drie mannen zoeken u. Sta echter op, ga naar beneden en reis zonder ook maar enigszins te twijfelen met hen mee, want ik heb hen gezonden. Petrus ging dus naar beneden naar de mannen en zei: Ziet, ik ben degene die gij zoekt. Wat is de reden waarom gij hier zijt? Zij zeiden: Cornelius, een legeroverste, een rechtvaardig en godvreesend man over wie door de gehele natie der Joden een goed bericht wordt uitgebracht, heeft via een heilige engel goddelijke instructies ontvangen u bij zich thuis te laten komen en te horen wat gij allemaal te zeggen hebt. Hierop nodigde hij hen binnen en bewees hun gastvrijheid. De volgende dag stond hij op en ging met hen weg, en sommige van de broeders uit Joppe gingen met hem mee. De dag daarna ging hij Caesarea binnen. Cornelius verwachtte hen natuurlijk en had zijn bloedverwanten en intieme vrienden bijeengeroepen. Toen Petrus binnentrad, kwam Cornelius hem tegemoet, viel aan zijn voeten neer en bracht hem hulde. Maar Petrus richtte hem op en zei: Sta op, ik zelf ben ook een mens. En terwijl hij zich met hem onderhield, ging hij naar binnen en vond er veel mensen bijeen, en hij zei tot hen: Gij weet zeer goed dat het voor een Jood ongeoorloofd is zich bij iemand van een ander ras aan te sluiten of hem te naderen. Nochtans heeft God mij getoond dat ik geen mens verontreinigd of onrein mag noemen. Daarom ben ik toen er om mij werd gezonden. Ook werkelijk zonder bezwaar gekomen. Ik vraag dus naar de reden waarom gij mij hebt laten komen. Daarop zei Cornelius: Vier dagen geleden van dit uur afgerekend, was ik op het negende uur in mijn huis aan het bidden, en zie, een man stond voor mij in een schitterend gewaad en zei: Cornelius, uw gebed is verhoord, en uw gaven van barmhartigheid zijn voor het aangezicht van God in gedachtenis genomen. Stuur daarom iemand naar Joppe en laat Simon roepen, die de bijnaam Petrus draagt. Deze verblijft als gast in het huis van Simon, een leerlooier, aan de zee. Ik heb dus terstond mannen naar u gezonden, en gij hebt er goed aan gedaan hier te komen. Wij zijn dan nu allen aanwezig voor het aangezicht van God, om alles te horen wat Jehovah u geboden heeft te zeggen. Toen opende Petrus zijn mond en zei, ik bemerk zeer zeker dat God niet partijdig is, maar in elke natie is de mens die hem vreest en rechtvaardigheid beoefent aanvaardbaar voor hem. Hij heeft het woord door de zonen van Israël gezonden om hun het goede nieuws van vrede door bemiddeling van Jezus Christus bekend te maken. Deze is heer van alle anderen. Gij weet welk onderwerp in heel Judea werd besproken, te beginnen van Galilea na de doop die Johannes predikte namelijk Jezus, die van Nazareth was, hoe God hem met heilige geest en kracht heeft gezalfd. En hij ging het land door terwijl hij goed deed en allen gezond maakte die door de duivel onderdrukt waren, want God was met hem. En wij zijn getuigen van al de dingen die hij zowel in het land der Joden als in Jeruzalem heeft gedaan. Maar zij hebben hem ook om het leven gebracht door hem aan een paal te hangen. God heeft hem op de derde dag opgewekt en heeft gegeven dat hij openbaar werd. Niet aan het gehele volk, maar aan getuigen die door God tevoren waren aangewezen, aan ons die nadat hij uit de doden was opgestaan, met hem gegeten en gedronken hebben. Ook heeft hij ons bevolen tot het volk te prediken en een grondige getuigenis te geven dat deze degene is die door God is verordend tot rechter van de levenden en de doden. Over hem leggen alle profeten getuigenis af, dat een ieder die geloof in hem stelt, vergeving van zonden krijgt door middel van zijn naam. Terwijl Petrus nog over deze zaken sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de getrouwen die met Petrus waren meegekomen en die tot de besnedenen behoorden, stonden verbaasd, omdat de vrije gave van de Heilige Geest ook op mensen uit de naties werd uitgestort. Want zij hoorden hen in talen spreken en God grootmaken. Toen antwoordde Petrus: Kan iemand water verbieden? Zodat deze, die evenals wij de Heilige Geest hebben ontvangen, niet gedoopt zouden worden? Daarop gebood hij dat zij in de naam van Jezus Christus gedoopt zouden worden. Toen verzochten zij hem enige dagen te blijven. Hoofdstuk 11 de apostelen nu en de broeders die in Judea waren, hoorden dat ook mensen uit de natie het woord van God hadden aangenomen. Toen Petrus derhalve te Jeruzalem kwam, gingen de voorstanders van de besnijdenis met hem twisten en zeiden dat hij het huis had betreden van mannen die niet besneden waren en met hen had gegeten. Nu begon Petrus hun achtereenvolgens de bijzonderheden uiteen te zetten en zei: Ik was in de stad Job aan het bidden en in trans zag ik een visioen. Er daalde een soort vat neer, gelijk een groot linnen laken dat aan de vier uiteinden, uit de hemel werd neergelaten, en het kwam tot vlak bij mij. Toen ik er met gespannen aandacht in keek, bemerkte en zag ik viervoetige dieren der aarde, en wilde beesten en kruipende dieren en vogels des hemels. Ook hoorde ik een stem die tot mij zei: Sta op, Petrus, slacht en eet! Maar ik zei: In geen geval, Heer. Want nog nooit is er iets verontreinigds of onreins in mijn mond gekomen. De tweede maal antwoordde de stem uit de hemel: De dingen die God heeft gereinigd, moogt gij niet langer verontreinigd noemen. Dit gebeurde een derde maal, en alles werd weer opgetrokken in de hemel. En ziet, op dat ogenblik stonden er drie mannen voor het huis waarin wij waren, die uit Caesarea naar mij toe waren gezonden. De geest dan zei tot mij dat ik zonder enige twijfel met hen mee moest gaan. Deze zes broeders gingen echter eveneens met mij mee, en wij zijn het huis van de man binnengegaan. Hij berichtte ons hoe hij de engel in zijn huis had zien staan, die zei: Zend mannen naar Joppe, en laat Simon komen, die de bijnaam Petrus draagt, en hij zal de dingen tot u spreken, waardoor gij en uw hele gezin gered kunt worden. Maar toen ik begon te spreken, Viel de Heilige Geest op hen, evenals in het begin ook op ons? Toen herinnerde ik mij het woord van de Heer, hoe hij placht te zeggen: Johannes doopte wel met water, maar gij zult in Heilige Geest worden gedoopt. Indien God hun daarom dezelfde vrije gave heeft gegeven, als ook aan ons die gelovigen in de Heer Jezus Christus zijn geworden, wie was ik dan dat ik God zou kunnen tegenhouden? Toen zij nu deze dingen hoorden, legden zij zich erbij neer, en zij verheerlijkten God en zeiden: Zo heeft God dan ook aan mensen uit de natieën de gelegenheid tot berouw geschonken, hetwelk tot leven leidt. Zij dan, die verstrooid waren ten gevolge van de verdrukking die in verband met Stefanus was ontstaan, trokken verder tot Fenicië en Cyprus en Antiochië toe, maar spraken het woord tot niemand dan alleen tot Joden. Er waren onder hen echter enige mannen uit Cyprus en Cyrene, die, toen zij te Antiochieën waren gekomen, door de Grieks sprekende mensen spraken en het goede nieuws van de Heer Jezus bekend maakten. Bovendien was de hand van Jehovah met hen, en een groot aantal werd gelovig en keerde zich tot de Heer. Het bericht aangaande hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren, en zij zonden Barnabas naar Antiochieën. Toen hij daar aankwam en de onverdiende goedheid van God zag, Verheugde hij zich en ging hen allen aanmoedigen voor te gaan in de Heer en dit tot het voornemen van hun hart te maken. Want hij was een goed man en vol heilige geest en geloof. En een aanzienlijke schare werd aan de Heer toegevoegd. Daarop vertrok hij naar Tarsus om grondig naar Saulus te gaan zoeken, en toen hij hem had gevonden, bracht hij hem naar Antiochie. Zo gebeurde het dat zij een heel jaar lang met hen in de gemeente bijeenkwamen en aan een aanzienlijke schare onderwijs gaven. En het was voor het eerst in Antiochië dat de discipelen door goddelijke voorzienigheid christenen werden genoemd. In die dagen nu kwamen er profeten van Jeruzalem naar Antiochië. Eén van hen, Agabus genaamd, stond op en ging door middel van de geest te kennengeven dat er weldra een grote hongersnood over de gehele bewoonde aarde zou komen, hetgeen ook inderdaad in de tijd van Claudius is gebeurd onder de discipelen dan werd besloten om naar de draagkracht van een ieder van hen een ondersteuning te zenden ten dienste van de broeders die in Judea woonden en zij deden dit ook en zonden ze door de hand van Barnabas en Saulus aan de oudere mannen hoofdstuk 12 omstreeks diezelfde tijd sloeg koning Herodes de hand aan enkele leden van de gemeente om hen te mishandelen hij bracht Jacobus, de broer van Johannes, door het zwaard om het leven. Toen hij zag dat dit de Joden aangenaam was, nam hij vervolgens ook Petrus gevangen. Nu waren het juist de dagen der ongezuurde broden. En toen hij hem in handen had gekregen, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem ter bewaking over aan vier ploegen soldaten, elk van vier man, daar hij van plan was hem na het paasjaar voor het volk te doen verschijnen. Dien gevolge werd Petrus in de gevangenis gehouden, maar door de gemeente werd vurig voor hem tot God gebeden. Toen nu Herodes op het punt stond hem voor te leiden, lag Petrus die nacht met twee ketens vastgebonden tussen twee soldaten te slapen, terwijl wachtposten voor de deur de gevangenis bewaakten. Maar zie, daar stond Jehova's engel, en er scheen een licht in de gevangeniscel. Hij stootte Petrus in de zij om hem te wekken en zei: Sta vlug op. En zijn ketens vielen van zijn handen. De engel zei tot hem: Omgord u en bind uw sandalen onder. Hij deed het. Ten slotte zei hij tot hem: Doe uw bovenkleed aan en blijf mij volgen. En hij ging naar buiten en bleef hem volgen, maar hij wist niet dat het werkelijkheid was wat door bemiddeling van de engel gebeurde. In feite verkeerde hij in de veronderstelling dat hij een visioen zag. Nadat zij de eerste en de tweede schildwacht waren gepasseerd, kwamen zij aan de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad, en deze ging vanzelf voor hen open. En buiten gekomen gingen ze één straat ver, en onmiddellijk ging de engel van hem weg. Toen kwam Petrus tot zichzelf en zei: Nu weet ik inderdaad dat Jehovah zijn engel heeft uitgezonden. En mij uit de hand van Herodes en van alles wat het volk der Joden verwachtte, heeft bevrijd. En nadat hij het had overdacht, gingen naar het huis van Maria, de moeder van Johannes die de bijnaam Marcus droeg, waar vrij velen vergaderd waren en baden. Toen hij op de poortdeur klopte, kwam er een dienstmeisje, Rode genaamd, om te horen wie er was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van vreugde de poort niet open, maar rende naar binnen en meldde dat Petrus voor de poort stond. Zij zeiden tot haar, gij zijt waanzinnig. Maar zij bleef krachtig volhouden dat het zo was. Toen zeiden zij, het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppen. Toen zij opendeden, zagen ze hem en waren verbaasd. Hij wenkte hun echter met de hand dat ze zwijgen moesten en vertelde hun uitvoerig hoe Jehova hem uit de gevangenis had gebracht, en hij zei, Bericht deze dingen aan Jacobus en de broeders. Daarna vertrok hij en begaf zich naar een andere plaats. Nu dan, toen het dag werd, heerste er onder de soldaten geen geringe opschudding over wat er toch wel van Petrus geworden was. Herodes liet hem naar zich zoeken, en toen men hem niet vond, nam hij de wachtposten in verhoor, en gebood dat ze weggeleid zouden worden om te worden gestraft. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en bracht daar enige tijd door. Nu was hij in een stemming om ten strijde te trekken tegen de mensen van Tyrus en van Sidon. Daarom kwamen zij eensgezind naar hem toe. En nadat zij Blastus, die met het toezicht over het slaapvertrek van de koning belast was, hadden overreed, gingen zij om vrede smeken, omdat hun land door dat van de koning van voedsel werd voorzien. Maar op een vastgestelde dag stak Herode zich in een koninklijk gewaad en nam op de rechterstoel plaats en ging een openbare toespraak tot hen houden. Waarop het bijeengekomen volk schreeuwde: De stem van een God en niet van een mens. Ogenblikkelijk sloeg de engel van Jehovah hem, omdat hij de heerlijkheid niet aan God gaf. En hij werd door wormen opgegeten en blies de laatste adem uit. Het woord van Jehovah bleef echter groeien. En verbreidde zich steeds meer. Wat Barnabas en Saulus betreft, nadat zij de dienst in verband met het ondersteuningswerk in Jeruzalem volledig hadden uitgevoerd, keerden zij terug en namen Johannes, degene die de bijnaam Marcus droeg, mee. Hoofdstuk 13 In Antiochieën nu waren in de plaatselijke gemeente profeten en leraren. Barnabas en ook Simeon, die Niger werd genoemd. En Lucius van Cyrene, en Manaën, die met de districtsregeerder Herodes was opgevoed, en Saulus. Terwijl zij openbare dienst voor Jehovah verrichten en vasten, zei de Heilige Geest: Zonder mij van allen Barnabas en Saulus af, voor het werk waarvoor ik hen heb geroepen. Toen vasten zij en baden, en legden hun de handen op en lieten hen gaan. Derhalve gingen deze mannen, die door de Heilige Geest waren uitgezonden, naar Saluisje en voeren vandaar naar Cyprus. En in Salamis aangekomen, gingen zij het woord van God in de synagogen van de Joden verkondigen. Zij hadden ook Johannes tot dienaar. Toen zij het hele eiland tot aan Paphos toe waren doorgetrokken, troffen zij een zeker man aan, een tovenaar, een valse profeet, een jood wiens naam Bar-Jesus was. En hij was bij de proconsul Sergius Paulus, een intelligent man. Deze riep Barnabas en Saulus bij zich en zocht er ernstig naar het woord van God te horen. Maar Elimas, de tovenaar, zo wordt zijn naam in feite vertaald, ging hen tegenwerken en probeerde de proconsul van het geloof af te keren. Saulus, die ook Paulus is, werd vervuld met heilige geest, keek hem strak aan en zei, O, gij mens vol van allerlei bedrog en allerlei schurkerij, gij zoon van de duivel, gij vijand van al wat rechtvaardig is, zult gij niet ophouden de rechte wegen van Jehovah te verdraaien? Nu dan, zie, Jehovahs hand is op u, en gij zult blind zijn, en een tijd lang het zonlicht niet zien. Ogenblikkelijk viel er een dikke nevel en duisternis op hem. En rondtastend zocht hij mensen om hem bij de hand te leiden. Toen de proconsul zag wat er gebeurd was, werd hij een gelovige, daar hij versteld stond van het onderwijs van Jehovah. Van Paphos voeren de mannen tezamen met Paulus nu weg en kwamen te Perge in Pamphylia aan. Maar Johannes scheidde zich van hen af en keerde naar Jeruzalem terug. Zij trokken echter van Perge verder en kwamen te Antiochieë in Pisidië waar zij op de sabbatdag de synagoge binnengingen en daar plaatsnamen. Na de voorlezing van de wetten van de profeten lieten de presiderende dienaren van de synagoge hun zeggen. Mannen, broeders, indien gij enig woord van aanmoediging voor het volk hebt, zo zegt het. Paulus dan stond op, wenkte met de hand en zei: Mannen, is er lieten en gij anderen die God vreest, hoort de God van dit volk Israël heeft onze voorvaders uitgekozen en heeft het volk tijdens hun inwonende vreemdelingschap in het land Egypte verhoogd en hen met opgeheven arm daaruit gevoerd. En gedurende een periode van ongeveer veertig jaar heeft hij hun manier van optreden in de wildernis verdragen. Na zeven naties in het land Canaan te hebben vernietigd, heeft hij het land onder hen verdeeld door het lot. Dit alles gedurende ongeveer 450 jaar. En na deze dingen gaf hij hun rechters tot op de profeet Samuel. Maar van toen af eisten zij een koning. En God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam Benjamin, veertig jaar lang. En nadat hij hem had afgezet, verwekte hij David als koning voor hen, aangaande wie hij getuigenis aflegde en zei: Ik heb David, de zoon van Isaïe gevonden, een man aangenaam naar mijn hart. Die alles zal doen wat ik wens. Uit het nageslacht van deze man heeft God, overeenkomstig zijn belofte, voor Israël een redder doen komen, Jezus, nadat Johannes, voordat die zijn intrede deed, aan het gehele volk Israël in het openbaar de doop als een symbool van berouw had gepredikt. Maar terwijl Johannes zijn loopbaan volbracht, zei hij altijd: Wie veronderstelt gij dat ik ben? Ik ben hem niet. Maar ziet, na mij komt iemand wiens sandalen ik niet waardig ben van zijn voeten los te maken. Mannen, broeders, gij zonen van het geslacht van Abraham en de anderen onder u die God vrezen, het woord van deze redding is tot ons gezonden. Want de inwoners van Jeruzalem en hun regeerders hebben Hem niet gekend. Maar toen ze als rechters optraden, hebben zij de dingen die door de profeten zijn geuit en die elke Sabbat worden voorgelezen, in vervulling doen gaan. En ofschoon zij geen enkele grond voor de doodstraf vonden, hebben zij van Pilatus geëist dat hij ter dood gebracht werd. Toen zij nu alles hadden volbracht wat over hem geschreven stond, namen zij hem van de paal en legden hem in een herinneringsgraf. Maar God wekte hem uit de doden op, en gedurende vele dagen werd hij zichtbaar aan hen die met hem van Galilea naar Jeruzalem waren opgegaan, die nu zijn getuigen zijn voor het volk. Daarom dan maken wij u het goede nieuws bekend omtrent de belofte die aan de voorvaders is gedaan, dat God ze aan ons, hun kinderen, volledig heeft vervuld doordat Hij Jezus heeft opgewekt, zoals ook in de tweede psalm staat geschreven. Gij zijt mijn zoon, heden ben ik uw vader geworden. En dat Hij Hem uit de doden heeft opgewekt om niet meer door het verderf terug te keren, heeft Hij al dus te kennen gegeven. Ik wil u de aan David beloofde liefderijke goedheden geven die betrouwbaar zijn. Daarom zegt hij ook in een ander psalm, Hij zult niet toelaten dat hij die jegens u loyaal is, het verderf ziet. Want David enerzijds heeft in zijn eigen geslacht de uitdrukkelijke wil gods gediend en is ontslapen, en werd bij zijn voorvaders gelegd en heeft wel het verderf gezien. Daartegenover staat dat hij die door God is opgewekt, het verderf niet heeft gezien. Laat het u daarom bekend zijn, broeders, dat door bemiddeling van Hem vergeving van zonde aan u wordt verkondigd. En dat van al de dingen waarvan gij door middel van de wet van Mozes niet onschuldig verklaard kunt worden, een ieder die gelooft, onschuldig wordt verklaard door bemiddeling van Hem. Zorg er daarom voor dat hetgeen in de profeten is gezegd, u niet overkomt. Aanschouwt het gij spotters, en verwondert u erover, en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen. Een werk dat gij geen zin zult geloven, zelfs al vertelt iemand het u in bijzonderheden. Toen zij nu naar buiten gingen, verzochten de mensen voorts dringend dat er de volgende Sabbat over deze zaken tot hen gesproken zou worden. Nadat de vergadering in de synagoge daarom was ontbonden, volgden vele van de Joden en van de proselieten die God aanbaden, Paulus en Barnabas die hen toespraken, en er voorts bij hen op aandrongen in de onverdiende goedheid van God voort te gaan. De volgende sabbat kwam bijna de gehele stad bijeen om het woord van Jehovah te horen. Toen de Joden de scharen gewaar werden, werden zij met jaloezie vervuld en gingen al wat door Paulus werd gezegd op lasterlijke wijze tegenspreken. Daarom zeiden Paulus en Barnabas terwijl ze met vrijmoedigheid spraken: Het was noodzakelijk dat het woord van God eerst tot u werd gesproken, aangezien gij het van u afstoot. En u zelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt. Ziet, wij keren ons tot de natie. In feite heeft Jehova ons in de volgende woorden het gebod opgelegd. Ik heb u aangesteld als een licht der natie opdat gij tot aan het uiteinde der aarde tot redding zult zijn. Toen zij die uit de natie waren, dit hoorden, gingen zij zich verheugen en verheerlijkten het woord van Jehova en allen die de juiste gezindheid voor het eeuwige leven bezaten, werden gelovigen. Bovendien bleef het woord van Jehovah zich in het gehele land verbreiden. Maar de Joden hitsten de achtenswaardige vrouwen die God aanbaden, en de voornaamste mannen van de stad op, en zij verwekten een vervolging tegen Paulus en Barnabas, en wierpen hen buiten hun grenzen. Dezen schudden het stof van hun voeten tegen hen af, en gingen naar Iconium. En de discipelen bleven vervuld met vreugde en heilige geest. Hoofdstuk 14 In Iconium nu gingen zij samen de synagogen van de Joden binnen en spraken er op zulke wijze dat een grote menigte van zowel Joden als Grieken gelovig werd. Maar de Joden, die niet geloofden, hitsten de zielen der mensen uit de natiën op en beïnvloedden hen ten kwade tegen de broeders. Daarom brachten zij er geruime tijd door en spraken met vrijmoedigheid krachtens de autoriteit van Jehova, die getuigenis aflegde van het woord van zijn onverdiende goedheid, doordat hij door hun handen tekenen en wonderen deed geschieden. De menigte der stad was echter verdeeld, en sommigen waren voor de Joden, maar anderen voor de apostelen. Toen er nu zowel van de zijde der mensen uit de natiën als van de zijde der Joden met hun regeerders, een gewelddadige poging werd gedaan om hen onbeschaamd te behandelen en met stenen te werpen. Vluchtten zij, zodra ze hiervan op de hoogte waren gesteld, naar de steden van Lycaonie, Lystra en Derbe en omgeving. En daar zetten zij het bekendmaken van het goede nieuws voort. Nu zat er in Lystra een zekere man die zijn voeten niet kon gebruiken, daar hij van de schoot van zijn moeder af kreupel was. En hij had nog nooit gelopen. Deze man zat te luisteren terwijl Paulus sprak, die toen hij hem oplettend aankeek en zag dat hij het geloof had beter gemaakt te worden, met luide stem zei: Ga overeind staan op uw voeten. En hij sprong overeind en ging lopen. En toen de scharen zagen wat Paulus gedaan had, verhieven zij hun stem en zeiden in het Lycaonisch: De goden zijn de mensen gelijk geworden. En tot ons neergedaald. En zij noemden Barnabas toen Zuis, maar Paulus Hermes, omdat hij het woord voerde. En de priester van Zuis, wiens tempel voor de stad was, bracht stieren en kransen naar de poorten en wilde samen met de scharen slachtoffers brengen. Toen de apostelen Barnabas en Paulus dit echter hoorden, scheurden zij hun bovenklederen en sprongen midden onder de scharen, terwijl ze uitriepen en zeiden: Mannen, Waarom doet gij deze dingen? Ook wij zijn mensen en hebben dezelfde zwakheden als gij en maken het goede nieuws aan u bekend, opdat gij u van deze ijdele dingen zult afkeren en u zult wenden tot de levende God, die de hemel en de aarde en de zee en alles wat daarin is heeft gemaakt. In de voorbijgegane geslachten heeft hij alle natie toegestaan hun eigen wegen te bewandelen Ofschoon hij toch niet heeft nagelaten getuigenis van zichzelf te geven, door goed te doen, door uw regens vanuit de hemel en vruchtbare tijden te geven, door uw hart overvloedig met voedsel en vrolijkheid te vervullen. Ondanks dat zij deze dingen zeiden, konden zij de scharen er toch maar nauwelijks van weerhouden, slachtoffers aan hen te brengen. Er kwamen echter Joden van Antiochia en Iconium. Die de scharen overreden. En zij stenigden Paulus en sleepten hem buiten de stad in de mening dat hij dood was. Maar toen de discipelen hem omringden, stond hij op en ging de stad binnen. En de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. En nadat zij het goede nieuws aan die stad hadden bekendgemaakt, en vrij veel discipelen hadden gemaakt, keerden zij naar Lystra en naar Iconium en naar Antiochieën terug. En versterkten de zielen der discipelen, terwijl zij hen aanmoedigden in het geloof te blijven, en zeiden: Wij moeten door veel verdrukkingen heen het Koninkrijk Gods binnengaan. Bovendien stelden zij in elke gemeente oudere mannen voor hen aan, en onder bidden en vasten droegen zij hen aan Jehovah op, in wie zij waren gaan geloven. En ze trokken door Pisidië en kwamen in Pamphylië, en na in Perge het woord te hebben gesproken. Gingen zij naar Atalia. En vandaar gingen zij scheep naar Antiochië waar men hen aan de onverdiende goedheid van God had toevertrouwd voor het werk dat zij volledig hadden verricht. Toen zij waren aangekomen en de gemeente hadden vergaderd, gingen zij ertoe over de vele dingen te vertellen die God door bemiddeling van hen had gedaan, en dat hij voor de naatie de deur tot het geloof had geopend. Zij brachten dan geen geringe tijd bij de discipelen door. Hoofdstuk 15. En er kwamen zekere mannen uit Judea, die de broeders begonnen te leren: Indien gij u niet laat besnijden naar het gebruik van Mozes, kunt gij niet worden gered. Maar toen er van de zijde van Paulus en Barnabas geen geringe oneenigheid en heel wat geredetwist met hen was ontstaan, troffen zij regelingen dat Paulus en Barnabas en enkele anderen van hen, in verband met dit geschil zouden opgaan naar de apostelen en oudere mannen in Jeruzalem. Nadat deze mannen dan door de gemeente en eindweegs waren vergezeld, vervolgden zij hun weg door zowel Fenicië als Samaria en vertelden uitvoerig over de bekering van mensen uit de natieën en bereiden alle broeders grote vreugde. Bij hun aankomst in Jeruzalem werden zij vriendelijk ontvangen door de gemeente en de apostelen en de oudere mannen en zij verhaalden de vele dingen die God door bemiddeling van hen had gedaan. Maar sommige van hen, die afkomstig waren uit de secte der Fariseeën en die gelovigen waren geworden, stonden van hun zitplaats op en zeiden: Het is noodzakelijk dat men hen besnijdt en hun gelast de wet van Mozes te onderhouden. En de apostelen en de oudere mannen vergaderden om deze aangelegenheid te overwegen. Toen er nu veel geredetwist was geweest, stond Peters op en zei tot hen: Mannen, broeders. Gij weet zeer goed dat God van de eerste dagen af mij onder u heeft uitgekozen, opdat door mijn mond mensen uit de natie het woord van het goede nieuws zouden horen en geloven. En God, die het hart kent, heeft getuigenis afgelegd door hun de Heilige Geest te geven, evenals hij die ook aan ons heeft gegeven. En hij heeft volstrekt geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, maar hun hart door geloof gezuiverd. Waarom stelt gij God nu daarom op de proef? Door de discipelen een juk op de hals te leggen, dat nog onze voorvaders, nog wij hebben kunnen dragen. Integendeel, wij vertrouwen erop gered te worden door middel van de onverdiende goedheid van de Heer Jezus op dezelfde wijze als ook zij. Toen zweeg de gehele menigte en ze gingen naar Barnabas en Paulus luisteren, die de vele tekenen en wonderen verhaalden welke God door bemiddeling van hen onder de natiën had gedaan. Nadat ze uitgesproken waren, antwoordde Jacobus en zei, Mannen, broeders, hoort mij. Simeon heeft uitvoerig verhaald hoe God voor de eerste maal zijn aandacht op de natie heeft gericht, om met hen een volk voor zijn naam te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals er geschreven staat, Na deze dingen zal ik terugkeren naar de hut van David, die vervallen is, herbouwen, en ik zal haar puinhopen herbouwen en haar weer oprichten, opdat zij die overblijven van de mensen, Jehovah ernstig mogen zoeken, tezamen met mensen uit alle natiën, mensen die naar mijn naam zijn genoemd, zegt Jehova die deze dingen doet, die vanouds bekend zijn. Daarom is mijn beslissing om degenen uit de natiën die zich tot God keren, niet lastig te vallen, maar hun te schrijven zich te onthouden van dingen die door afgoden zijn bezoedeld en van hoererij en van het verstikte en van bloed. Want van oudsher heeft Mozes in stad na stad mensen gehad die hem predikten, omdat hij elke sabbat in de synagogen wordt voorgelezen. Toen dachten het de apostelen en de oudere mannen, tezamen met de gehele gemeente, goed mannen uit hun midden te kiezen en hen met Paulus en Barnabas naar Antiochieën te zenden, namelijk Judas, die Barsabas werd genoemd, en Silas, mannen die de leiding hadden onder de broeders. En door hun hand schreven zij. De apostelen en de oudere mannen, broeders, aan de broeders in Antiochië en Syrië en Cilicië, die uit de natiën zijn, gegroet. Daar we hebben gehoord dat sommigen uit ons midden u met woorden hebben verontrust en hebben getracht uw ziel omver te werpen, hoewel we hun volstrekt geen instructies hebben gegeven, zijn wij tot een eensgezinde overeenstemming gekomen en heeft het ons goed gedacht mannen uit te kiezen. Om die te samen met onze geliefde Barnabas en Paulus naar U toe te zenden. Mensen die hun ziel voor de naam van onze Heer Jezus Christus hebben overgegeven. Wij zenden daarom Judas en Silas, opdat ook zij dezelfde dingen mondeling kunnen berichten. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u geen verdere last toe te voegen dan deze noodzakelijke dingen. U te blijven onthouden van dingen die aan afgoden ten slachtoffer zijn gebracht. En van bloed, en van al wat verstikt is, en van hoererij. Indien gij u nauwlettend voor deze dingen wacht, zal het u goed gaan. Wij wensen u een goede gezondheid toe. Toen men deze mannen dan had laten gaan, daalden zij af naar Antiochieën, en zij vergaderden de menigte, en overhandigden hun de brief. Na die gelezen te hebben, verheugden zij zich over de aanmoediging. En Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, moedigden de broeders met menige toespraak aan en versterkten hen. Nadat ze daar een enige tijd hadden doorgebracht, lieten de broeders hen in vrede gaan naar degenen die hen hadden uitgezonden. Doch Paulus en Barnabas bleven nog enige tijd in Antiochieën, terwijl ze met nog vele andere onderwijs gaven en het goede nieuws van het woord van Jehovah bekend maakten. Na enige dagen nu zei Paulus tot Barnabas, laten wij bovenal terugkeren. En de broeders bezoeken in elk van de steden waarin wij het woord van Jehovah hebben verkondigd, om te zien hoe zij het maken. Wat Barnabas aangaat, hij was vastbesloten ook Johannes, die Marcus werd genoemd, mee te nemen. Maar Paulus achtte het niet juist hem mee te nemen, aangezien hij hen van Pamphylia af had verlaten en zich niet met hen tot het werk had begeven. Hierover ontstond een scherpe uitbarsting van toren, zodat ze uit elkaar gingen. En Barnabas nam Marcus mee. En ging scheep naar Cyprus. Paulus koos Silas uit en vertrok, nadat hij door de broeders aan de onverdiende goedheid van Jehovah was toevertrouwd. Hij ging echter Syrië en Cilicië door en versterkte de gemeenten. Hoofdstuk 16 Zo kwam hij te Derbe en ook te Lystra, en zie, daar was een zekere discipel genaamd Timotius, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. En er werd door de broeders in Lystra en Iconium een goed bericht over hem uitgebracht. Paulus bracht de wens tot uitdrukking dat deze met hem zou uittrekken, en hij nam hem en besneed hem ter wille van de Joden die in die plaatsen waren, want allen zonder uitzondering wisten dat zijn vader een Griek was. Terwijl ze nu voortreizen door de steden, brachten zij hun daar ter nakoming de verordeningen over waartoe door de apostelen en oudere mannen die zich in Jeruzalem bevonden was besloten. Ja, Daarom werden de gemeenten aanhoudend in het geloof bevestigd en namen ze van dag tot dag voortdurend in aantal toe. Zij trokken ook door Frietië en het land van Galatië, omdat het hun door de Heilige Geest was verboden het woord in het district Asia te spreken. Toen zij voorts tot Amitie waren gekomen, deden zij pogingen naar Bithynië te gaan, maar de geest van Jezus stond hun dit niet toe. Daarom gingen ze Missie voorbij en zakten af naar Troas. En gedurende de nacht kreeg Paulus een visioen. Er stond een zekere man, een Macedoniër, die hem een dringend verzoek deed en zei, Kom over naar Macedonië en help ons. Zodra hij nu het visioen had gezien, zochten wij een gelegenheid naar Macedonië te vertrekken, daar wij de gevolgtrekking maakten dat God ons had geroepen om hun het goede nieuws bekend te maken. Daarom staken wij van Troas in zee en koersten rechtstreeks naar trace. Maar de volgende dag naar Neapolis, en vandaar naar Philippi, een kolonie, welke de voornaamste stad van het district Macedonië is. In deze stad bleven wij en brachten er enkele dagen door. En op de Sabbatdag begaven wij ons buiten de poort langs een rivier, waar wij dachten dat een gebedsplaats was. En wij zetten ons neer en gingen door de vrouwen spreken die waren bijeengekomen. En een zekere vrouw genaamd Lydia, een purperverkoopster, uit de stad Thiatira en een aanbidster van God, Luisterde, en Jehovah opende haar hart wijd, zodat ze aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gesproken werd. Toen nu zij en haar huisgezin waren gedoopt, zei ze met klem aandringend: Indien gij lieden van oordeel zijt dat ik getrouw ben aan Jehovah, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons er gewoon toe. En het geschiedde toen wij onderweg waren naar de gebedsplaats, dat een zeker dienstmeisje met een geest. Een waarzeggende demon, ons tegemoet kwam. Zij verschafte haar meesters gewoonlijk groot gewin door de kunst van het voorspellen te beoefenen. Dit meisje bleef Paulus aan ons volgen terwijl ze de volgende woorden riep: Deze mensen zijn slaven van de Allerhoogste God, die uw lieden de weg der redding verkondigen. Dit bleef zij vele dagen achtereen doen. Ten slotte begon het Paulus te vervelen en hij keerde zich om en zei tot de geest, ik beveel u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En in datzelfde uur ging hij uit. Toen nu haar meesters zagen dat hun hoop op gewin was verdwenen, grepen zij Paulus en Silas en sleepten hen naar de marktplaats, naar de regeerders, en zij brachten hen voor de burgerlijke magistraten en zeiden: Deze mensen brengen onze stad geheel in rep en roer, daar zij Joden zijn, en zij verkondigen gebruiken die wij niet mogen aanvaarden of beoefenen aangezien wij Romeinen zijn. En de scharen stond gezamenlijk tegen hen op, en na hun de bovenklederen van het lijf te hebben gescheurd, gaven de burgerlijke magistraten bevel hun stokslagen te geven. Na hun vele slagen te hebben toegediend, wierpen zij hen in de gevangenis en gaven de gevangenbewaarde bevel hen zorgvuldig te bewaken. Omdat hij zulk een bevel had gekregen, wierp hij hen in de binnenste gevangenis en sloot hun voeten in het blok. Maar omstreeks middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en loofden God met een lied. Ja, de gevangenen hoorden hen. Plotseling kwam er een grote aardbeving, zodat de gevangenis op haar fundamenten beefde. Bovendien gingen ogenblikkelijk alle deuren open en raakten de boeien van allen los. Toen de gevangenbewaarder uit de slaap ontwaakte en zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard en stond op het punt zichzelf om het leven te brengen. Daar hij in de mening verkeerde dat de gevangenen waren ontsnapt. Maar Paulus riep met een luide stem en zei: Doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. Derhalve vroeg hij om licht, sprong naar binnen en viel door beving bevangen voor Paulus en Silas neer. En hij bracht hen naar buiten en zei: here, wat moet ik doen om gered te worden? Zij zeiden: Geloof in de Heer Jezus en gij zult gered worden, gij en uw huisgezin. En zij spraken het woord van Jehovah tot hem en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen in dat nachtelijke uur mee en bette hun striemen. En hij en al de zijnen, niemand uitgezonderd, werden onverwijld gedoopt. En hij bracht hen in zijn huis en rechte een tafel voor hen aan. En hij verheugde zich zeer met zijn gehele huisgezin nu hij door het geloof in God was gekomen. Toen het dag werd, zonden de burgerlijke magistraten de gerechtsdienaars om te zeggen, laat die mensen vrij. De gevangenbewaarder dan berichten hun woorden aan Paulus. De burgerlijke magistraten hebben mannen gezonden met het bericht, dat gij beiden vrijgelaten moet worden. Komt nu daarom naar buiten en gaat in vrede heen. Maar Paulus zei tot hen, zij hebben ons, mensen die Romeinen zijn, zonder veroordeling in het openbaar gegezeld en ons in de gevangenis geworpen. En werpen zij ons er nu in het geheim uit? Volstrekt niet, maar laten zij zelf komen en ons uitgeleiden doen. De gerechtsdienaars berichten deze woorden derhalve aan de burgerlijke magistraten. Dezen werden bevreesd toen zij hoorden dat de mannen Romeinen waren. Zij kwamen het hun daarom dringend verzoeken, en na hen uitgeleiden te hebben gedaan, verzochten zij hun de stad te verlaten. Maar uit de gevangenis gekomen gingen ze naar het huis van Lydia, en toen zij de broeders zagen, moedigden zij hen aan en vertrokken. Hoofdstuk 17. Nu trokken zij door Amphipolis en Apollonia, en kwamen te Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. Paulus dan ging volgens zijn gewoonte daar naar hen toe, en drie sabbatten achtereen redeneerde hij met hen aan de hand van de schriften waarbij hij door middel van verwijzingen verklaarde en bewees dat de Christus moest lijden en uit de doden moest opstaan en zei Dit is de Christus, deze Jezus, die ik aan u verkondig. Dit had tot gevolg dat sommige van hen gelovigen werden en zich bij Paulus en Silas aansloten, evenals een grote menigte van de Grieken die God aanbaden en niet weinigen van de voornaamste vrouwen. Maar de Joden, die jaloers werden, Namen zekere boosaardige mannen van de leeglopers die zich op de marktplaats ophielden in hun gezelschap op, en vormden een samenscholing, en gingen ertoe over de stad in opschudding te brengen. En zij bestormden het huis van Jason, in een poging hen voor het gepeupel te brengen. Toen zij hen niet vonden, sleepten zij Jason en zekere broeders naar de stadsbestuurders, terwijl zij schreeuwden: Deze mensen die de bewoonde aarde ondersteboven hebben gekeerd, zijn nu ook hier. En Jason heeft hen gastvrij ontvangen. En al deze mensen handelen in strijd met de verordeningen van Caesar, door te zeggen dat er een andere koning is, Jezus. Zij brachten de scharen en de stadsbestuurders toen deze en dit alles hoorden, werkelijk in beroering, En pas nadat zij voldoende borgtocht van Jason en de anderen hadden ontvangen, lieten zij hen gaan. De broeders zonden onmiddellijk s'nacht zowel Paulus als Silas naar Berea waar zij na aankomst de synagogen van de Joden binnengingen. De laatste nu waren edeler van geest dan die in Thessalonica, want zij namen het woord met de grootste bereidwilligheid des geestes aan en onderzochten dagelijks zorgvuldig de schriften of deze dingen zo waren. Velen van hen werden dan ook gelovigen, evenals niet weinigen van de achtenswaardige Griekse vrouwen en van de mannen. Toen echter de Joden van Thessalonica vernamen dat het woord van God ook in Berea door Paulus werd verkondigd kwamen zij daar eveneens het volk opruien en in beroering brengen toen zonden de broeders Paulus onmiddellijk weg om tot aan de zee te gaan doch zowel Silas als Timotheus bleven daarachter zij die Paulus begeleiden brachten hem echter tot aan Athene en nadat zij een bevel voor Silas en Timotheus hadden ontvangen om zo vlug mogelijk naar hem toe te komen vertrokken zij Terwijl Paulus nu in Athene op hen wachtte, werd zijn geest in hem geprikkeld toen hij zag dat de stad vol afgodsbeelden was. Daarom ging hij in de synagoge redeneren met de joden en de andere mensen die God aanbaden, en elke dag op de marktplaats met hen die daar toevallig waren. Maar enigen van zowel de Epicurische als de Stoïsche filosofen gingen hem bestrijden, en sommigen zeiden: Wat zou deze babbelaar toch willen vertellen? Anderen? Hij schijnt een verkondiger van vreemde godheden te zijn. Dit was omdat hij het goede nieuws van Jezus en de opstanding bekend maakte. Zij grepen hem daarom en voerden hem naar de Areopagus en zeiden: Kunnen wij te weten komen wat deze nieuwe leer is waarover gij spreekt? Want gij brengt enkele dingen ter sprake die ons vreemd in de oren klinken. Graag zouden wij daarom te weten komen wat deze dingen betekenen. Nu was het zo dat alle Atheners en de vreemdelingen die daar woonachtig waren, hun vrije tijd met niets anders doorbrachten dan met het vertellen van of het luisteren naar iets nieuws. Paulus dan stond midden op de Areopagus en zei, Mannen van Athene, ik zie dat gij in alle dingen meer dan anderen aan de vrees voor de godheden overgegeven schijnt te zijn. Toen ik bijvoorbeeld rondliep en zorgvuldig uw voorwerpen van verering gadesloeg, Vond ik ook een altaar met het opschrift: Aan een onbekende God. Wat gij daarom onwetend vereert, dat verkondig ik u. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat daarin is, Hij die Heer is van Hemel en Aarde, woont niet in door handen gemaakte tempels, en wordt ook niet door mensenhanden verzorgd, alsof hij iets nodig had. Daar Hij zelf aan allen leven en adem, en alle dingen geeft. En hij heeft uit één mens elke natie van mensen gemaakt, om op de gehele oppervlakte der aarde te wonen. En hij heeft de gezette tijden en de vastgestelde grenzen van de woonplaats der mensen verordend, opdat zij God zouden zoeken. Of zij wellicht naar hem tasten en hem werkelijk vinden zouden, ofschoon hij eigenlijk niet ver is van een ieder van ons. Want door hem hebben wij leven. En bewegen wij ons en zijn wij, zoals ook sommigen van de dichters onder u hebben gezegd, want wij zijn ook zijn nageslacht. Aangezien wij daarom Gods nageslacht zijn, moeten wij niet menen dat het goddelijk wezen op goud of zilver of steen gelijkt, op iets wat door menselijke kunstvaardigheid en menselijk vernuft is houdt. God heeft weliswaar de tijden van zulke onwetendheid voorbijgezien. Maar zegt de mensen thans dat ze allen overal berouw moeten hebben? Want hij heeft een dag vastgesteld waarop hij voornemens is de bewoonde aarde in rechtvaardigheid te oordelen, door een man die hij heeft aangesteld. En hij heeft alle mensen een waarborg verschaft, doordat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Toen zij nu van een opstanding der doden hoorden, gingen sommigen spotten, terwijl anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. Zo ging Paulus uit hun midden weg, maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en werden gelovigen, onder wie ook Dionysius, een rechter aan het gerechtshof van de Areopagus, en een vrouw genaamd Damaris, en nog andere behalve hen. Hoofdstuk 18. Na deze dingen vertrok hij uit Athene en kwam in Korinthe. En hij trof er een zekere jood aan, genaamd Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs uit Italië was gekomen, en zijn vrouw Priscilla, omdat Claudius bevolen had dat alle joden uit Rome moesten vertrekken. Hij dan ging naar hen toe, en omdat zij hetzelfde ambacht uitoefenden, bleef hij bij hen wonen, en zij werkten, want zij waren tentenmakers van hun ambacht. Maar elke sabbat placht hij in de synagoge een lezing te houden en Joden en Grieken te overreden. Toen nu zowel Silas als Timotius uit Macedonië kwamen, ging Paulus zich intensief met het woord bezighouden en hij gaf de Joden getuigenis om te bewijzen dat Jezus de Christus is. Maar toen zij zich bleven verzetten en schimpend bleven spreken, schudde hij zijn kleren uit en zei tot hen, uw bloed zij op uw hoofd. Ik ben Rijn. Van nu af zal ik naar mensen uit de natieën gaan. Daarom trok hij vandaar weg en ging naar het huis van iemand genaamd Titius Justus, een aanbidder van God, wiens huis naast de synagoge stond. Crispus echter, de presiderende dienaar van de synagoge, werd een gelovige in de Heer en eveneens zijn gehele huisgezin. En velen van de Corinthiërs die toehoorden Gingen geloven en werden gedoopt. Door middel van een visioen zei de Heer bovendien s nachts tot Paulus: Vrees niet, maar blijf spreken en zwijg niet, want ik ben met u. En geen mens zal u aanvallen om u schade te berokkenen, want ik heb veel volk in deze stad. Hij bleef daar dan een jaar en zes maanden, terwijl hij onder hen het woord van God onderwees. Toen nu Gallio proconsul van Achaïe was, stonden de Joden eensgezind tegen Paulus op en voerden hem naar de rechterstoel en zeiden: In strijd met de wet brengt deze persoon de mensen tot een andere overtuiging in verband met het aanbidden van God. Maar toen Paulus zijn mond wilde openen, zei Gallio tot de Joden: Indien het werkelijk ging over een of ander onrecht of een goddeloze schurkenstreek, o Joden. Zou ik u met reden geduldig verdragen. Maar zijn het twisten over een woord, en namen, en de wet die bij u geldt, dan moet gij zelf maar zien. Over deze dingen wens ik geen rechter te zijn. Toen joeg hij hen van de rechterstoel weg. Derhalve grepen zij allen Sostenes, de presiderende dienaar van de synagoge, en gaven hem toen voor de rechterstoel een pak slaag. Maar Gallio trok zich niets van deze dingen aan. Na nog vrij veel dagen langer te zijn gebleven, nam Paulus echter afscheid van de broeders en ging scheep naar Syrië, vergezeld van Priscilla en Aquila, daar hij in Kengrea zijn hoofdhaar had laten kortknippen, want hij stond onder een gelofte. Zij kwamen dan de Evesa aan, en daar verliet hij hen, maar zelf ging hij de synagoge binnen en redeneerde met de Joden. Ofschoon zij hem bleven verzoeken wat langer te blijven, stemde hij daarin niet toe. Maar hij nam afscheid en zei tot hen: Ik zal weer tot u terugkeren, zo Jehovah wil. En hij voer van Efeze weg en kwam te Caesarea. En hij ging op en groette de gemeente en daalde af naar Antiochie. En nadat hij daar enige tijd had doorgebracht, vertrok hij en ging van plaats tot plaats het land van Galatië en Frisje door en versterkte alle discipelen. Nu arriveerde er in Evenze een zekere Jood genaamd Apollos, van geboorte uit Alexandrië, een welsprekend man, en hij was goed onderlegd in de schriften. Deze had mondeling onderricht ontvangen in de weg van Jehovah, en daar hij vurig van geest was, ging hij spreken en met juistheid onderwijs geven over de dingen die op Jezus betrekking hadden, hoewel hij alleen met de doop van Johannes bekend was. En deze begon vrijmoedig in de synagogen te spreken. Toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen zij hem in hun gezelschap op en legden hem de weg van God juister uit. Daar hij het verlangen koesterde naar Achaïe over te steken, schreven de broeders voorts aan de discipelen en spoorden hen aan hem vriendelijk te ontvangen. Daar aangekomen was hij voor hen die op grond van Gods onverdiende goedheid gelovigen waren geworden, dan ook een grote hulp. Want intensief en grondig bewees hij de Joden in het openbaar dat zij ongelijk hadden, en toonde aan de hand van de schriften aan dat Jezus de Christus was. Hoofdstuk 19. In de loop der gebeurtenissen, terwijl Apollos in Corinthe was, begaf Paulus zich door het binnenland en kwam te Efeze, waar hij enige discipelen aantrof, en hij zei tot hen. Hebt gij Heilige Geest ontvangen toen gij gelovigen werd? Zij zeiden tot hem: Hoezo? Wij hebben nog nooit gehoord dat er een Heilige Geest is? En hij zei: Waarin zijt ge dan gedoopt? Zij zeiden: In Johannes' doop. Paulus zei: Johannes doopte met de doop als een symbool van berouw en zei tot het volk dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, dat is in Jezus. Toen zij dit hoorden, werden zij in de naam van de Heer Jezus gedoopt. En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest op hen en ze gingen in talen spreken en profeteren. Bij elkaar waren er ongeveer twaalf mannen. Hij ging de synagoge binnen, waar hij drie maanden lang met vrijmoedigheid sprak, terwijl hij lezingen hield en overredingskracht gebruikte, aangaande het Koninkrijk Gods. Maar toen sommigen zich bleven verharden en niet geloofden. En ten aanhoren van de menigte, nadelig spraken over de weg, trok hij zich van hen terug en zonderde de discipelen af, terwijl hij dagelijks lezingen hield in de aula van de school van Tyrannus. Dit ging twee jaar lang zo voort, zodat alle bewoners van het district Asia het woord van de Heer hoorden, zowel Joden als Grieken. En God bleef buitengewone krachtige werken door de handen van Paulus verrichten zodat men zelfs doeken en schorten van zijn lichaam bracht naar hen die iets mankeerden, en de kwalen hen verlieten, en de boze geesten uitgingen. Maar enigen van de rondtrekkende Joden, die het uitwerpen van demonen beoefenden, ondernamen het eveneens, de naam van de Heer Jezus te noemen, over hen die de boze geesten hadden, door te zeggen: Ik gelast u plechtig krachtens Jezus, die door Paulus wordt gepredikt. Nu waren er zeven zonen van een zekere Skefa, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest gaf hun ten antwoord: Ik ken Jezus, en Paulus is mij bekend. Maar wie zijt gij? Toen sprong de mens, in wie de boze geest was, op hen af, overmeesterde de een na de ander en kreeg de overhand op hen, zodat ze naakt en gewond uit dat huis wegvluchtten. Dit werd aan allen. Zowel de Joden als de Grieken die in Evese woonden, bekend. En vrees overviel hen allen. En de naam van de Heer Jezus werd aanhoudend groot gemaakt. En velen van hen die gelovigen waren geworden, kwamen openlijk hun praktijken beleiden en bekendmaken. Ja, vrij velen van hen die magische kunsten hadden beoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van iedereen en men berekende de gezamenlijke prijs ervan, die een waarde van vijftigduizend zilverstukken bleek te vertegenwoordigen. Al dus bleef het woord van Jehovah op machtige wijze groeien en de overhand nemen. Toen nu deze dingen volbracht waren, nam Paulus zich in zijn geest voor om, nadat hij Macedonië en Achaïë was doorgegaan, naar Jeruzalem te trekken en zei, Nadat ik daar ben geweest, moet ik ook Rome bezoeken. Hij zond dus twee van degenen die hem dienden, Timotius en Erastus, naar Macedonië, maar zelf hield hij zich nog enige tijd in het district Asia op. In diezelfde tijd ontstond er geen geringe opschudding betreffende de weg. Er was namelijk iemand genaamd Demetrius, een zilversmid, die zilveren artemis maakte, en de kunsthandwerkers daarmee geen klein gewin verschafte. En hij bracht dezen en degene die aan zulke dingen werkten bijeen en zei, Mannen, gij weet zeer goed dat wij aan dit bedrijf onze welvaart te danken hebben. Ook ziet en hoort gij hoe deze Paulus, niet alleen in Evenze, maar in bijna het gehele district Asia, een aanzienlijke schare heeft overreed en hen tot een andere opvatting heeft gebracht, door te zeggen dat de goden die door handen worden gemaakt geen goden zijn. Bovendien bestaat niet alleen het gevaar dat dit beroep van ons in discrediet zal geraken, maar ook dat de tempel van de grote godin Artemis als niets geacht zal worden, en zelfs haar luister, die door het gehele district Asia en de bewoonde aarde wordt aanbeden, staat op het punt te niet gedaan te worden. Toen de mensen dit hoorden en met toren werden vervuld, gingen zij schreeuwen en zeiden. Groot is Artemis van de Efeziërs. De stad dan raakte volkomen in verwarring en zij stormden als één man het theater in, waarbij ze de Macedoniërs Schaius en Aristarchus Paulus reisgezellen meesleurden. Wat Paulus betreft, hij was bereid zich naar binnen onder het volk te begeven, maar de discipelen stonden het hem niet toe. Zelfs enkele van hen, die de feesten en spelen organiseerden en hem vriendelijk gezind waren, lieten hem voortdringend verzoeken zich niet in het theater te wagen. Het was in werkelijkheid zo dat sommigen dit en anderen dat schreeuwden, want de vergadering was in verwarring, en de meerderheid van hen wist niet om welke reden zij waren bijeengekomen. Tezamen brachten zij dan Alexander de schade, daar de Joden hem naar voren duwden. En Alexander wenkte met de hand en wilde zijn verdediging voor het volk houden. Maar toen zij hem als een Jood herkende, steeg er uit aller mond één kreet op, terwijl ze ongeveer twee uur lang schreeuwden: Groot is Artemis van de Ephesiërs! Toen de stadschrijver de scharen ten slotte tot bedaren had gebracht, zei hij: Mannen van Eveze. Welk mens is er eigenlijk die niet weet dat de stad van de Efeziërs de tempelbewaarster is van de grote Artemis en van het beeld dat uit de hemel is gevallen? Aangezien deze dingen daarom onbetwistbaar zijn, betaamt het u rustig te blijven en niet overijld te handelen. Want gij hebt deze mannen, die nog tempelrovers, nog lasteraars van onze godin zijn, hier gebracht. Indien Demetrius en de kunsthandwerkers met hem daarom een aanklacht tegen iemand hebben, er worden rechtsdagen gehouden en er zijn proconsuls. Laten zij aanklachten tegen elkaar indienen. Zoekt gij echter iets wat verder dan dat gaat, dan moet daarover in een formele vergadering worden beslist. Want wij lopen in verband met de aangelegenheid van vandaag. Werkelijk gevaar van oproer te worden beschuldigd, daar er geen enkele grond bestaat die wij als reden zullen kunnen aanvoeren voor deze wanordelijke samenscholing. En toen hij deze dingen had gezegd, ontbond hij de vergadering. Hoofdstuk 20 Nadat nu de opschudding was bedaard, liet Paulus de discipelen komen. En toen hij hen had aangemoedigd en afscheid van hen had genomen, ging hij op reis naar Macedonië. Na die streken te zijn doorgetrokken en hen daar met menig aanmoedigend woord te hebben toegesproken, kwam hij in Griekenland. En toen hij daar drie maanden had doorgebracht, besloot hij, omdat er door de Joden een complot tegen hem werd gesmeed toen hij op het punt stond scheep te gaan naar Syrië, door Macedonië terug te keren. Hem vergezelden Sopater, de zoon van Pyrrhus uit Berea en van de Thessalonicense Aristarchus en Secundus en Gaius uit Derbe en Timotius en uit het district Asia Tychicus en Trophimus. Dezen gingen vooruit en wachten ons in Troas op. Wij staken echter na de dagen der ongesuurde broden van Filippi af in zee en kwamen binnen vijf dagen bij hen in Troas, waar wij zeven dagen doorbrachten. Toen wij op de eerste dag van de week vergaderd waren om een maaltijd te gebruiken, ging Paulus, aangezien hij de volgende dag zou vertrekken, hen toespreken, en hij zette zijn reden tot middernacht voort. Er waren dan heel wat lampen in het bovenvertrek waar wij vergaderd waren. Een zekere jonge man genaamd Uitigus zat aan het venster en viel in een diepe slaap terwijl Paulus bleef doorspreken. En toen hij in de slaap ineenzakte, zakte, viel hij van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgenomen. Maar Paulus ging naar beneden, wierp zich op hem, en sloeg zijn armen om hem heen en zei, houd ermee op, misbaar te maken, want zijn ziel is in hem. Hij ging nu naar boven en begaf zich aan de maaltijd en nam voedsel tot zich, en na nog een geruime poos, door het aanbreken van de dag met hen gesproken te hebben, vertrok hij tenslotte. De jongen dan brachten zij levend weg, en ze waren buitengewoon vertroost. Wij begaven ons nu naar de boot en gingen scheep naar Assus, waar wij van plan waren Paulus aan boord te nemen, want nadat hij dienaangaande instructies had gegeven, was hij zelf van plan te voet te gaan. Toen hij ons daarom in Assus inhaalde, namen wij hem aan boord en gingen naar Mytilene, en de volgende dag voeren wij van daar weg en kwamen tegenover Chios, maar de dag daarop deden wij Samos aan, en nog een dag later kwamen wij te Milete aan. Want Paulus had besloten even ze voorbij te varen, opdat hij geen tijd in het district Asia zou doorbrengen. Hij haastte zich namelijk om zo mogelijk op de dag van het Pinksterfeest in Jeruzalem te zijn. Van Mileta uit zond hij echter bericht naar Evenze om de oudere mannen van de gemeente te roepen. Toen zij bij hem kwamen, zei hij tot hen: Gij weet zeer goed hoe ik vanaf de eerste dag dat ik het district Asia betrad, al de tijd bij u ben geweest, en met de grootste ootmoedigheid des geestes de Heer als slaaf heb gediend, onder tranen en met beproevingen die mij overkwamen door de complotten van de Joden, terwijl ik mij er niet van heb weerhouden, u al wat nuttig was te vertellen, en u in het openbaar en van huis tot huis te onderwijzen. Doch ik heb zowel aan Joden als aan Grieken gronde getuigenis afgelegd omtrent berouw jegens God en geloof in onze Heer Jezus. En ziet, nu bevind ik mij gebonden in de geest op weg naar Jeruzalem, hoewel ik niet weet wat me daar zal overkomen. Behalve dat de Heilige Geest van stad tot stad herhaaldelijk getuigenis jegens me aflegt en zegt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Doch ik hecht niet de minste waarde aan mijn ziel, als zou ze me dierbaar zijn, indien ik mijn loopbaan en de bediening die ik van de Heer Jezus heb ontvangen maar mag eindigen, om grondig getuigenis af te leggen van het goede nieuws van de onverdiende goedheid van God. En nu, ziet, ik weet dat gij allen onder wie ik ben rondgegaan en het koninkrijk heb gepredikt, mijn gezicht niet meer zult zien. Daarom roep ik u op de dag van heden tot getuigen dat ik rein ben van het bloed van alle mensen, want ik heb mij er niet van weerhouden u al de raad Gods te vertellen. Schenkt aandacht aan uzelf en aan de gehele kudde, onder welke de Heilige Geest u tot opzieners heeft aangesteld, om de gemeente van God te wijden. Welke hij met het bloed van zijn eigen zoon heeft gekocht. Ik weet dat er na mijn heen gaan onderdrukkende wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet teder zullen behandelen. En uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verdraaide dingen zullen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. Blijf daarom wakker, en houd in gedachte dat ik drie jaar lang, nacht en dag. Niet heb opgehouden een ieder onder tranen ernstig te vermanen. En nu draag ik u op aan God, en aan het woord van Zijn onverdiende goedheid, welk woord u kan opbouwen, en u de erfenis kan geven onder alle geheiligden. Ik heb niemand zilver of goud of kleding begeerd. Hij weet zelf dat deze handen voorzien hebben in mijn eigen behoeften en in die van hen die bij mij waren. Ik heb u in alle dingen getoond dat gij door al dus te arbeiden de zwakken moet bijstaan en de woorden van de Heer Jezus in gedachten moet houden, toen hij zelf zei, Het is gelukkiger te geven dan te ontvangen. En toen hij deze dingen had gezegd, knielde hij met hen allen neer en bad. Ja, er barstte heel wat geween onder hen allen uit, en ze vielen Paulus om de hals en kusten hem teder. Want ze waren vooral bedroefd over het woord dat hij had gesproken, dat zij zijn gezicht niet meer zouden zien. Daarna deden ze hem uitgeleiden naar de boot. Hoofdstuk 21. Toen wij ons nu van hen hadden losgerukt en in zee staken, koersten wij rechtstreeks naar Kos, maar de volgende dag naar Rodos en vandaar naar Patara. En toen wij een boot hadden gevonden die naar Venetië overstak, gingen wij aan boord en voeren af. Nadat wij het eiland Cyprus in zicht hadden gekregen. Lieten wij het aan de linkerzijde achter ons en voeren door naar Syrië en kwamen te Tyrus aan land, want daar moest de boot zijn lading lossen. Na enig zoeken vonden wij de discipelen en bleven daar zeven dagen. Maar door middel van de geest zeiden zij Paulus herhaaldelijk geen voet in Jeruzalem te zetten. Toen wij dan aan het einde van die dagen waren gekomen, vertrokken wij en begaven ons op weg. Maar zij allen met de vrouwen en kinderen, Deden ons uitgeleide tot buiten de stad. En op het strand knielden wij neer in gebed en namen afscheid van elkaar. En wij gingen aan boord van de boot, maar zij keerden naar huis terug. Vanaf Tyrus legden wij toen het laatste stuk van de zeereis af en kwamen te Ptolemais aan. En wij begroetten de broeders en bleven één dag bij hen. De volgende dag vertrokken wij en kwamen in Caesarea aan. En wij gingen het huis van Filippus, de evangelieprediker, binnen. Die een van de zeven mannen was, en wij bleven bij hem. Deze had vier dochters, maagden, die profeteerden. Maar terwijl we daar verscheidene dagen bleven, kwam er een zekere profeet uit Judea genaamd Agabus. En hij kwam naar ons toe, en nam de gordel van Paulus, bond zijn eigen voeten en handen, en zei: Zo zegt de Heilige Geest: de man aan wie deze gordel toebehoort, Zullen de Joden al dus binden in Jeruzalem, en ze zullen hem overleveren in de handen van mensen uit de natiën? Toen wij dit nu hoorden, verzochten voort zowel wij als degenen van die plaats hem dringend niet naar Jeruzalem op te gaan. Toen antwoordde Paulus: Wat doet gij door te wenen en mijn hart week te maken? Wees ervan verzekerd dat ik bereid ben mij te Jeruzalem niet alleen te laten binden. Maar er ook te sterven voor de naam van de Heer Jezus. Toen hij zich niet liet ontraden, legden wij ons erbij neer met de woorden: De wil van Jehovah geschiede. Na deze dagen nu maakten wij ons reisvaardig en gingen toen op naar Jeruzalem. Er gingen echter ook enkele van de discipelen uit Caesarea met ons mee om ons bij de man te brengen in wiens huis wij te gast zouden zijn, een zekere Menason van Cyprus, een der eerste discipelen. Toen wij in Jeruzalem aankwamen, ontvingen de broeders ons met vreugde. Maar de volgende dag ging Paulus met ons naar Jacobus. En alle oudere mannen waren daar aanwezig. En na hen te hebben begroet, verhaalde hij in bijzonderheden de dingen die God door middel van zijn bediening onder de natiën had gedaan. Toen zij dit hadden gehoord, gingen zij God verheerlijken. En zij zeiden tot hem: Gij ziet, broeder, hoeveel duizenden gelovigen er onder de Joden zijn. En ze zijn allen vol ijver voor de wet. Zij hebben echter over u horen zeggen dat gij aan alle Joden die onder de natie leven, afval van Mozes leert, door hun te zeggen dat zij hun kinderen niet moeten besnijden en niet naar de plechtige gebruiken moeten wandelen. Wat nu te doen? In ieder geval zullen ze horen dat gij zijt aangekomen. Doe daarom wat wij u nu zeggen. Wij hebben vier mannen die onder een gelofte staan. Neem deze mee. En reinig u ceremonieel met hen en draag de kosten voor hen, opdat zij hun hoofd kunnen laten scheren. En aldus zal iedereen weten dat er niets waar is van wat zij over u hebben horen zeggen, maar dat gij ordelijk wandelt en ook zelf de wet houdt. Wat de gelovigen uit de natiën aangaat, wij hebben hun onze beslissing doen toekomen dat zij zich dienen te wachten voor datgene wat aan afgoden ten slachtoffer is gebracht, en ook voor bloed, en voor wat verstikt is. En voor hoererij. Toen nam Paulus de volgende dag de mannen mee en reinigde zich ceremonieel met hen en ging de tempel binnen om aangifte te doen van de dagen die met betrekking tot de ceremoniële reiniging vervuld moesten worden, totdat de offergave voor een ieder van hen gebracht zou worden. Toen nu de zeven dagen bijna om waren, zagen de Joden uit Azië hem in de tempel, waarop zij de gehele schare in verwarring brachten, en zij sloegen de hand aan hem, en schreeuwden: Mannen van Israël, helpt! Dit is de mens die overal aan iedereen een leer verkondigt, welke gericht is tegen het volk en de wet en deze plaats. En daarbij komt nog dat hij zelfs Grieken in de tempel heeft gebracht en deze heilige plaats heeft verontreinigd. Zij hadden namelijk tevoren Trofimus de Efeziër met hem in de stad gezien, maar meenden dat Paulus hem in de tempel had gebracht. En de gehele stad kwam in opschudding. En er ontstond een volksoploop, en zij grepen Paulus en sleepten hem de tempel uit, en onmiddellijk werden de deuren gesloten. En terwijl ze hem trachten te doden, werd aan de bevelhebber van de legerafdeling gemeld dat heel Jeruzalem in verwarring was, en hij nam ter stond soldaten en legeroversen en snelde naar hen toe. Toen zij de militaire bevelhebber en de soldaten gewaar werden, hielden zij op Paulus te slaan. Toen kwam de militaire bevelhebber naderbij en greep hem en gaf bevel hem met twee ketens te boeien. En vervolgens informeerde hij wie hij was en wat hij had gedaan. Maar sommigen in de scharen schreeuwden toen dit en anderen dat. Daar hij dus wegens het tumult zelf niets met zekerheid te weten kon komen, gebood hij hem naar het soldatenkwartier te brengen. Maar toen hij op de trappen kwam, werd de situatie zo. Dat hij vanwege het geweld van de scharen door de soldaten werd gedragen. Want de volksmenigte bleef volgen, terwijl zij schreeuwden: weg met hem! Op het punt nu het soldatenkwartier binnengebracht te worden, zei Paulus door de militaire bevelhebber: Mag ik u iets zeggen? Hij zei: Spreekt gij Grieks? Zijt gij dan niet de Egyptenaar die voor deze dagen een oproer heeft verwekt? En de vierduizend dolkstekers naar de wildernis heeft gevoerd? Toen zei Paulus: Ik ben in feite een Jood van Tarsus in Cilicië, een burger van een niet onaanzienlijke stad. Ik smeek u daarom, sta mij toe tot het volk te spreken. Nadat hij toestemming had gegeven, wenkte Paulus, op de trappen staande, met de hand tot het volk. Toen er een diepe stilte was gevallen, sprakken hen in de Hebreeuwse taal toe, en zei: Hoofdstuk 22 Mannen, broeders en vaders, hoort mijn verdediging die ik thans tot u richt. Toen zij nu hoorden dat hij hun in de Hebreeuwse taal toesprak, hielden zij zich nog stiller, en hij zei: Ik ben een jood, geboren te Tarsus in Cilicië, maar opgevoed in deze stad aan de voeten van Gamaliel onderricht volgens de striktheid van de voorvaderlijke wet, ijverig zijnde voor God, evenals gij allen heden zijt. En ik heb deze weg ten dode toe vervolgd, door zowel mannen als vrouwen in boeien te slaan en aan gevangenissen over te leveren, zoals ook de hoge priester en de gehele vergadering van oudere mannen van mij kunnen getuigen. Van hen heb ik ook brieven gekregen voor de broeders in Damascus, en ik was op weg om ook hen die zich daar bevonden, geboeid naar Jeruzalem te brengen, om te worden gestraft. Maar onderweg, toen ik Damascus al dicht genaderd was, omstreeks het middaguur, flitste er plotseling uit de hemel een groot licht helemaal om mij heen. En ik viel op de grond en hoorde een stem tot mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Ik antwoordde: Wie zijt gij, Heer? En hij zei tot mij: Ik ben Jezus de Nazarener die gij vervolgt. De mannen, nu die bij mij waren, zagen wel het licht, maar hoorden niet de stem van degene die tot mij sprak. Daarop zei ik: Wat moet ik doen, Heer? De Heer zei tot mij: Sta op, ga naar Damaskus, en daar zal men u alles zeggen wat u opgelegd is om te doen. Daar ik echter ten gevolge van de heerlijkheid van dat licht niets kon zien, werd ik door degenen die bij mij waren bij de hand geleid en kwam zo in Damaskus aan. Een zeker Ananias nu, een eerbiedig man naar de wet, over wie door alle Joden die daar woonden een goed bericht werd uitgebracht, kwam naar mij toe. En terwijl hij bij mij stond, zei hij tot mij, Saul, broeder, krijg uw gezichtsvermogen terug. En in datzelfde uur sloeg ik mijn ogen naar hem op. Hij zei, de God van onze voorvaders heeft u verkozen om zijn wil te leren kennen en de rechtvaardige te zien en de stem van zijn mond te horen, omdat gij bij alle mensen een getuige voor hem moet zijn van dingen die gij gezien en gehoord hebt. En nu, waarom talmt gij nog? Sta op, laat u dopen, en was uw zonden weg, doordat gij zijn naam aanroept. Maar toen ik naar Jeruzalem was teruggekeerd en in de tempel aan het bidden was, geraakte ik in trans en zag hem, terwijl hij tot mij zei, Maak voort en ga vlug uit Jeruzalem, want ze zullen uw getuigenis omtrent mij niet aanvaarden. En ik zei, Heer, zij weten zelf heel goed dat ik het was die degenen die in u geloven in de gevangenis liet werpen, en in de ene synagoge na de andere liet geeselen. En toen het bloed van uw getuige Stephanus werd vergoten, stond ik er zelf ook bij en hechtte er mijn goedkeuring aan en bewaakte de bovenklederen van hen die hem om het leven brachten. En toch zei hij tot mij, ga heen, want ik zal u naar verre natie uitzenden. Zij dan bleven naar hem luisteren tot dit woord toe, waarop zij hun stem verhieven en zeiden, weg van de aarde met zo iemand, want hij behoorde niet te leven. En omdat zij stonden te schreeuwen en met hun bovenklederen zwaaiden en stof in de lucht gooiden, beval de militaire bevelhebber hem het soldatenkwartier binnen te brengen, en zei dat men hem onder geesteling een verhoor moest afnemen, opdat hij volledig te weten zou komen om welke reden zij zo tegen hem schreeuwden. Maar toen zij hem hadden uitgestrekt voor de geesteling, zei Paulus door de legeroverse die erbij stond: Is het jullie geoorloofd, een mens die een Romein is, en die niet eens veroordeeld is, te geestelen? Toen de legeroverse dit nu hoorde, ging hij de militaire bevelhebber berichten en zei, wat zijt gij van plan te doen? Deze mens is namelijk een Romein. De militaire bevelhebber kwam daarom naar hem toe en zei tot hem: Zeg mij, zijt gij een Romein? Hij zei ja. De militaire bevelhebber antwoordde: Ik heb dit burgerrecht voor een grote som geld gekocht. Paulus zei: Maar ik bezit het zelfs krachtens geboorte. Onmiddellijk lieten daarom degenen die op het punt stonden hem onder pijniging te verhoren, hem met rust, en de militaire bevelhebber werd bevreesd toen hij te weten kwam dat hij een Romein was en dat hij hem had laten boeien. Omdat hij met zekerheid wilde weten waarom hij eigenlijk door de Joden werd beschuldigd, maakte hij hem derhalve de volgende dag los en gebood de overpriesters en het gehele Sanhedrin bijeen te komen, en hij bracht Paulus erheen en stelde hem in hun midden. Hoofdstuk 23 Terwijl Paulus het Sanhedrin strak aankeek, zei hij: Mannen, broeders, ik heb mij tot op deze dag met een volmaakt zuiver geweten voor God gedragen. Hierop beval de hogepriester Ananias, degene die bij hem stonden, hem op de mond te slaan. Toen zei Paulus tot hem: God zal u slaan, gij witgekalkte muur. Zit gij daar om mij naar de wet te oordelen en gebied terzelfder tijd in overtreding van de wet mij te slaan? De omstander zeide: "Beschimt gij de hoge priester van God?" En Paulus zei: "Ik wist niet, broeders, dat hij hoge priester was. Want er staat geschreven: Gij moogt niet nadelig spreken over een regeerder van uw volk." Toen Paulus nu merkte dat het ene gedeelte uit Sadduceeën, maar het andere uit Farizeeën bestond, riep hij daarom in het Sanhedrin uit: "Mannen, broeders, ik ben een Farizeeër, een zoon van Farizeeën. Met betrekking tot de hoop op de opstanding der doden wordt ik geoordeeld. Omdat hij dit had gezegd, ontstond er oneenigheid tussen de Farizeeën en Sadduceeën, en de menigte raakte verdeeld. Want de Sadduceeën zeggen dat er geen opstanding is, noch engel, noch geest, maar de Farizeeën maken die alle in het openbaar bekend. Zo ontstond er dan een luid geschreeuw. En sommigen van de schriftgeleerden van de partij der Fariseeën stonden op en gingen heftig twisten en zeiden: Wij vinden niets verkeerds in deze mens. Maar indien er een geest of een engel tot hem heeft gesproken. Toen nu de oneenigheid nog groter werd, vreesde de militaire bevelhebber dat Paulus door hen in stukken gescheurd zou worden. En hij gebood het soldatenkorps naar beneden te gaan en hem uit hun midden weg te rukken en in het soldatenkwartier te brengen. De volgende nacht echter stond de heer bij hem en zei, Houd goede moed, want zoals gij in Jeruzalem een gronde getuigenis hebt gegeven over de dingen aangaande mij, zo moet gij ook in Rome getuigenis afleggen. Toen het nu dag werd, smeden de Joden een samenswering en verbonden zich met een vervloeking door te zeggen dat zij nog eten nog drinken zouden, totdat zij Paulus hadden gedood. Het waren er meer dan veertig die deze met een eet bekrachtigde samenswering hadden gesmeed. En ze gingen naar de overpriesters en de oudere mannen en zeiden, Wij hebben ons met een vervloeking plechtig verbonden geen hap voedsel te gebruiken, voordat wij Paulus hebben gedood. Geef gij nu daarom, tezamen met het Sanhedrin, de militaire bevelhebber duidelijk te verstaan, waarom hij hem naar u toe moet brengen, alsof het uw bedoeling was de zaken hem aangaande nauwkeuriger vast te stellen. Maar voordat hij dichtbij komt, zullen wij klaarstaan om hem om het leven te brengen. De zoon van Paulus' zuster hoorde echter dat zij op de loer lagen, en hij ging naar het soldatenkwartier, begaf zich naar binnen en berichtte het aan Paulus. Paulus riep toen een van de legeroversen bij zich en zei: Breng deze jonge man naar de militaire bevelhebber, want hij heeft hem iets te berichten. Deze dan nam hem mee. En bracht hem naar de militaire bevelhebber en zei: De gevangene Paulus heeft mij bij zich geroepen en mij verzocht deze jonge man naar u toe te brengen, omdat hij u iets te zeggen heeft. De militaire bevelhebber pakte hem bij de hand en nam hem terzijde, en informeerde toen onder vier ogen: Wat hebt gij mij te berichten? Hij zei: De Joden zijn overeengekomen u te verzoeken Paulus morgen naar het Sanhedrin te brengen. Als was het hun bedoeling het een en ander nauwkeuriger omtrent hem te vernemen. Laat u vooral niet door hen overreden, want meer dan veertig mannen van hen loeren op hem. En ze hebben zich met een vervloeking verbonden, nog te eten, nog te drinken, voordat ze hem om het leven hebben gebracht. En nu staan zij klaar, en wachten op uw toezegging. De militaire bevelhebber dan liet de jonge man gaan, na hem te hebben bevolen. Verklap aan niemand dat gij mij deze dingen duidelijk hebt gemaakt. En hij ontbood een tweetal legeroversten en zei: Maakt 200 soldaten gereed om naar Caesarea te marcheren, als mede 70 ruiters en 200 speerdragers, op het derde uur van de nacht. Zorgt ook voor lastdieren, opdat zij Paulus kunnen laten rijden en hem veilig naar de stadhouder Felix kunnen overbrengen. En hij schreef een brief die al dus was gesteld. Claudius Lysias aan zijn excellentie, stadhouder Felix, begroet. Deze man werd door de Joden gegrepen en werd al bijna door hen om het leven gebracht, maar ik kwam plotseling met een korps soldaten en ontzette hem, omdat ik vernam dat hij een Romein was. En daar ik de reden te weten wenste te komen waarom ze hem beschuldigden, heb ik hem naar hun Sanhedrin gebracht. Ik kwam tot de bevinding dat hij werd beschuldigd in zaken vraagstukken van hun wet, maar dat hem niets ten laste werd gelegd wat dood of boeien verdient. Maar omdat er aan mij is onthuld dat er een complot tegen de man gesmeed zou worden, zend ik hem terstond naar u toe en gebied de beschuldigers om in uw tegenwoordigheid te zeggen wat zij tegen hem hebben. Deze soldaten dan namen Paulus, zoals hun was bevolen, mee. En brachten hem s nachts naar Antipatris. De volgende dag lieten zij de ruiters met hem verder gaan en keerden zelf naar het soldatenkwartier terug. De ruiters gingen Caesarea binnen en overhandigden de brief aan de stadhouder en leverden ook Paulus aan hem af. Hij dan las de brief en informeerde uit welke provincie hij was en vernam dat hij uit Cilicië was. Ik zal u een grondig verhoor afnemen, zo zei hij wanneer ook uw beschuldigers zijn aangekomen. En hij gebood dat hij in het praetoriaanse paleis van Herodes onder bewaking gehouden zou worden. Hoofdstuk 24 Vijf dagen later kwam de hoge priester Ananias met enkele oudere mannen en een openbare spreker, een zekere Tertullus, en zij dienden bij de stadhouder een aanklacht tegen Paulus in. Toen hij werd voorgeroepen, begon Tertullus hem te beschuldigen, door te zeggen: Aangezien wij door uw toedoen grote vrede genieten, en er door uw vooruitziende blik hervormingen tot stand komen in deze natie, aanvaarden wij dit te allen tijden en ook in alle plaatsen met de grootste dankbaarheid, Uwe Excellentie Felix. Maar, om u niet langer op te houden, smeek ik u zo welwillend te zijn ons kort aan te horen. Wij hebben namelijk bevonden dat deze man een pest is en oproeren verwekt onder alle Joden op de gehele bewoonde aarde en aan de spit staat van de secte der Nazarenen, die ook heeft getracht de tempel te ontheiligen en die we hebben gegrepen. Door hem in verhoor te nemen, kunt Gij al deze dingen waarvan wij hem beschuldigen zelf van Hem te weten komen. Toen namen ook de Joden aan de aanval deel door te verklaren dat deze dingen inderdaad zo waren. Hierop antwoordde Paulus, nadat de stadhouder hem door een knik te kennen had gegeven dat hij kon spreken: Daar ik zeer goed weet dat deze natie u reeds vele jaren als rechter heeft, spreek ik graag tot mijn verdediging over de dingen aangaande mijzelf. Aangezien gij u ervan kunt vergewissen dat er wat mij betreft niet meer dan twaalf dagen zijn verstreken. Sinds ik opging om in Jeruzalem te aanbidden. En ze hebben mij nog in de tempel aangetroffen, terwijl ik met iemand argumenteerde, nog een samenscholing zien verwekken, het zij in de synagogen, of ook maar ergens in de stad. Evenmin kunnen zij u een bewijs leveren voor de dingen waarvan zij mij op dit ogenblik beschuldigen. Dit geef ik u echter toe: dat ik volgens de weg die zij een secte noemen, al dus heilige dienst voor de God van mijn voorvaders verricht, aangezien ik alles geloof wat in de wet is uiteengezet en in de profeten staat geschreven. En op God heb ik mijn hoop gesteld, welke hoop ook deze mannen zelf koesteren, dat er een opstanding zal zijn van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen. Ja, in dit opzicht oefen ik mijzelf voortdurend om een bewustzijn te bezitten. Dat ik geen overtreding tegen God en de mensen bega. Na verscheidene jaren ben ik daarom gekomen om gaven van barmhartigheid aan mijn natie te brengen en offergaven. Terwijl ik met deze zaken bezig was, troffen ze mij ceremonieel gereinigd in de tempel aan, maar zonder een schare of tumult. Er waren echter zeker Joden uit het district Asia, die eigenlijk hier voor u moesten staan. En mij moesten beschuldigen, indien ze iets tegen mij zouden hebben. Of laten deze mannen hier zelf zeggen wat voor onrecht zij hebben gevonden toen ik voor het Sanhedrin stond, behalve met betrekking tot deze ene uitspraak, die ik uitriep toen ik in hun midden stond. Met betrekking tot de opstanding der doden word ik heden voor u geoordeeld. Felix, echter, die de zaken betreffende deze weg tamelijk nauwkeurig wist, scheepte de mannen nu af en zei. Wanneer de militaire bevelhebber Lysias hier komt, zal ik in deze zaken u aangaande een beslissing nemen. En hij beval de leger over ze, de man in verzekerde bewaring te houden, en enige verlichting van hechtenis te geven, en niemand van de zijden te verbieden hem van dienst te zijn. Enige dagen later arriveerde Felix met zijn vrouw Drusilla, die een Jordin was, en hij liet Paulus komen en hoorde hem aan in zaken het geloof in Christus Jezus. Maar toen hij over rechtvaardigheid en zelfbeheersing en het komende oordeel sprak, werd Felix door vrees aangegrepen en antwoordde. Ga voorlopig heen. Maar als ik een gelegen tijd vind, zal ik u weer laten roepen. Tegelijkertijd hoopte hij echter dat Paulus hem geld zou geven. Om die reden liet hij hem zelfs vaker komen en sprak dan met hem. Maar na verloop van twee jaar werd Felix door Porcius Vestus opgevolgd. En omdat Felix bij de Joden in de gunst wilde komen, liet hij Paulus in gevangenschap achter. Hoofdstuk 25. Daarom ging Festus drie dagen nadat hij de regering over de provincie had aanvaard, van Caesarea op naar Jeruzalem. En de overpriesters en de voornaamste mannen van de Joden dienden een aanklacht tegen Paulus bij hem in. Derhalve deden zij hem toen een dringend verzoek. Door als een gunst voor zichzelf, maar ten nadele van Paulus, te vragen hem naar Jeruzalem te laten komen, daar zij een hinderlaag legden om hem onderweg om het leven te brengen. Festus antwoordde echter dat Paulus in Caesarea in verzekerde bewaring bleef en dat hij zelf van plan was binnenkort daarheen te vertrekken. Laten daarom de machthebbers onder u, zo zei hij, met mij meegaan en hem beschuldigen, indien er iets buitensporigs met de man aan de hand is. Toen hij dan niet meer dan acht of tien dagen in hun midden had doorgebracht, ging hij naar Caesarea. En de volgende dag nam hij op de rechterstoel plaats en gebood dat Paulus werd binnengebracht. Toen hij voorkwam, gingen de joden die van Jeruzalem waren gekomen om hem heen staan en brachten vele en zware beschuldigingen tegen hem in, waarvoor zij geen bewijs konden aanvoeren. Maar Paulus zei ter verdediging: nog tegen de wet der joden, nog tegen de tempel. Nog tegen Caesar heb ik enige zonde begaan. Festus, die bij de Joden in de gunst wilde komen, gaf Paulus ten antwoord, Wens gij naar Jeruzalem op te gaan en daar in zaken deze dingen in mijn tegenwoordigheid geoordeeld te worden? Doch Paulus zei, Ik sta voor de rechterstoel van Caesar, waar ik geoordeeld behoor te worden. Ik heb de Joden geen onrecht gedaan, zoals ook gij heel goed vaststelt. Indien ik dus werkelijk een kwaaddoener ben, en iets heb bedreven wat de dood verdient, verzoek ik niet om vrijstelling van de dood. Indien daarentegen geen van de dingen waarvan deze mannen mij beschuldigen waar is, kan geen mens mij bij wijze van gunst aan hen uitleveren. Ik beroep mij op Caesar. Toen antwoordde Vestus, na met de vergadering van raadslieden te hebben gesproken: Op Caesar hebt gij u beroepen, naar Caesar zult gij gaan. Toen er nu enkele dagen waren verstreken, kwamen koning Agrippa en Bernice in Caesarea aan om Festus een beleefdheidsbezoek te brengen. En aangezien zij daar een aantal dagen doorbrachten, legde Festus de zaken betreffende Paulus aan de koning voor en zei: Felix heeft een zekere man als gevangene achtergelaten. En toen ik in Jeruzalem was, dienden de overpriesters en de oudere mannen der Joden een aanklacht aangaande hem in, met het verzoek hem te veroordelen maar ik heb hun geantwoord dat het niet de Romeinse procedure is iemand bewijzen van gunst uit te leveren voordat de beschuldigde met zijn beschuldigers wordt geconfronteerd en een kans krijgt in verband met de aanklacht ter verdediging van zichzelf te spreken. Toen ze daarom hier waren samengekomen, talmde ik niet, maar nam de volgende dag op de rechterstoel plaats en gebood dat de man werd binnengebracht. Toen de aanklagers voortraden, brachten zij geen enkele beschuldiging in, van de slechte dingen die ik betreffende hem had vermoed. Zij hadden slechts zekere geschillen met hem betreffende hun eigen aanbidding van de godheid en over een zekere Jezus die dood was, maar van wie Paulus bleef beweren dat hij in leven was. Daar ik nu geen raad wist met het geschil over deze aangelegenheden, vroeg ik hem vervolgens of hij naar Jeruzalem wilde gaan om daar betreffende deze zaken geoordeeld te worden. Maar toen Paulus in hoger beroep ging om tot de beslissing van de Augustus in verzekerde bewaring gehouden te worden, heb ik geboden hem in verzekerde bewaring te houden totdat ik hem naar Caesar zou doorsturen. Toen zei Agrippa tot Vestus: Ik zou zelf de mens ook wel eens willen horen. Morgen, zo zei hij, zult gij hem horen. De volgende dag kwamen Agrippa en Bernice daarom onder veel praalvertoon. En traden, vergezeld van militaire bevelhebbers en ook eminente mannen uit de stad, de audientiezaal binnen. En op bevel van Vestus werd Paulus binnengebracht. En Vestus zei, koning Agrippa en al gij mannen die hier met ons tegenwoordig zijt, gij ziet hier de man betreffende wie de gehele menigte der Joden tezamen, zich zowel in Jeruzalem als hier, tot mij heeft gewend, schrevend dat hij niet langer behoort te leven. Maar ik bevond dat hij niets had bedreven wat de dood verdiende. Toen hij zich daarom zelf op de Augustus beriep, besloot ik hem te zenden. Maar ik heb over hem niets wat ik met zekerheid aan mijn heer kan schrijven. Daarom heb ik hem voor u allen gebracht, en in het bijzonder voor u, koning Agrippa, opdat ik, nadat het gerechtelijk onderzoek heeft plaatsgehad, iets zou hebben om te schrijven. Want het lijkt mij onredelijk een gevangene te zenden zonder tevens de beschuldigingen kenbaar te maken die tegen hem zijn ingebracht. Hoofdstuk 26 Agrippa zei tot Paulus: Het wordt u toegestaan ten behoeve van uzelf te spreken. Toen strekte Paulus zijn hand uit en ging ertoe over tot zijn verdediging te zeggen: Ik acht mij gelukkig koning Agrippa dat ik betreffende alle dingen waarvan ik door Joden wordt beschuldigd Vandaag in uw tegenwoordigheid mijn verdediging mag houden. Vooral omdat gij zeer goed op de hoogte zijt van alle gebruiken, zowel als de twistpunten die er onder de Joden zijn. Daarom smeek ik u mij geduldig aan te horen. Wel nu, wat mijn levenswijze vanaf mijn jeugd betreft, zoals ik die van het begin af te midden van mijn natie en in Jeruzalem heb gevolgd, alle Joden die mij vroeger van de aanvang af hebben gekend, weten, Indien zij slechts getuigenis wensten af te leggen, dat ik volgens de strengste secte van onze vorm van aanbidding als een fariseër heb geleefd. Niettemin sta ik thans terecht wegens de hoop op de belofte die door God aan onze voorvaders werd gedaan, terwijl toch onze twaalf stammen hopen tot de vervulling van deze belofte te komen door nacht en dag op intensieve wijze heilige dienst voor hem te verrichten. Betreffende deze hoop, o koning. Word ik door Joden beschuldigd? Waarom wordt het onder uw lieden ongelooflijk geoordeeld dat God de doden opwekt? Ik voor mij dacht werkelijk bij mezelf dat ik vele vijandige daden tegen de naam van Jezus de Nazarener moest begaan, hetgeen ik ook in Jeruzalem gedaan heb. En ik heb velen van de heiligen in gevangenissen opgesloten, waartoe ik van de overpriesters volmacht had ontvangen. En als zij ter dood gebracht moesten worden, heb ik mijn stem. Tegen hen uitgebracht. En door hen in alle synagogen vele malen te straffen, heb ik getracht hen ertoe te dwingen een herroeping te doen. En aangezien mijn woede tegen hen geen grenzen kende, ging ik zo ver dat ik hen zelfs in steden buiten ons land vervolgde. Toen ik nu tijdens de uitoefening van deze bezigheden op weg naar Damaskus was, met volmacht en in opdracht van de overpriesters, zag ik ook koning. Op het middaguur onderweg een licht dat de zon in glans overtrof, uit de hemel om mij en mijn reisgezellen heen flitsen. En toen we allen op de grond waren gevallen, hoorde ik een stem in de Hebreeuwse taal tot mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Achteruit te blijven slaan tegen de prikkels maakt het hard voor u. Maar ik zei: Wie zijt gij, Heer? En de Heer zei: Ik ben Jezus die gij vervolgt. Maar richt u op en ga op uw voeten staan, want hiertoe heb ik mij aan u zichtbaar gemaakt, om u uit te kiezen als dienaar en getuige van zowel dingen die gij gezien hebt, als dingen die ik u nog betreffende mij zal laten zien, terwijl ik u bevrijd van dit volk en van de natie waarheen ik u zend, om hun ogen te openen, om hen van de duisternis tot het licht en van de autoriteit van Satan tot God te keren. Opdat zij vergeving van zonden ontvangen en een erfenis krijgen onder hen die door hun geloof in mij geheiligd zijn. Daarom, koning Agrippa, ben ik het hemelse gezicht niet ongehoorzaam geworden, maar ben eerst aan hen die in Damaskus waren, en ook aan degenen die in Jeruzalem woonden, en in het gehele land van Judea, en aan de natieën de boodschap gaan brengen dat zij berouw moesten hebben en zich tot God moesten keren. Door werken te doen die bij berouw passen. Vanwege deze dingen hebben Joden mij in de tempel gegrepen en gepoogd mij om het leven te brengen. Omdat ik echter de hulp heb verkregen die van God afkomstig is, ga ik er tot op deze dag mee voort, zowel aan klein als groot getuigenis af te leggen, maar ik zeg niets anders dan datgene waarvan zowel de profeten als Mozes hebben verklaard dat het zou geschieden, namelijk dat de Christus moest lijden en dat hij, als de eerste die uit de doden opgewekt zou worden, licht zou verkondigen, zowel aan dit volk als aan de natieën. Terwijl hij nu deze dingen tot zijn verdediging sprak, zei Festus met een luide stem, Gij wordt waanzinnig, Paulus! Grote geleerdheid drijft u tot waanzin! Maar Paulus zei, Ik word niet waanzinnig, uwe excellentie Festus, maar ik uit woorden van waarheid en van gezond verstand. In werkelijkheid is de koning, tot wie ik met vrijmoedigheid van spreken het woord richt, zeer goed van deze dingen op de hoogte. Want ik ben ervan overtuigd dat niet één van deze dingen aan zijn aandacht ontgaat. Want dit is niet in een uithoek gebeurd. Gelooft gij, koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij gelooft. Maar Agrippa zei tot Paulus, Gij zoudt mij in korte tijd overreden een christen te worden. Hierop zei Paulus, ik zou voor het aangezicht van God wel de wens tot uitdrukking willen brengen, dat het zij in korte tijd of in lange tijd, niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen, zo zouden worden als ik, met uitzondering van deze boeien. En de koning stond op en eveneens de stadhouder en Bernice en degene die bij hen zaten. Maar terwijl ze zich terugtrokken, gingen ze met elkaar spreken en zeiden: Deze mens beoefent niets wat dood of boeien verdient. Bovendien zei Agrippa tot Vestus: Deze mens had vrijgelaten kunnen worden, indien hij zich niet op Caesar had beroepen. Hoofdstuk 27 Toen er nu besloten was dat wij naar Italië zouden afvaren, stelde men voort zowel Paulus als zekere andere gevangenen. In handen van een legeroverste genaamd Julius, van de afdeling van Augustus. Wij gingen aan boord van een boot uit Adramitium, die op het punt stond naar de kustplaatsen van het district Asia te varen, en kozen zee, met Aristarchus, een Macedonier uit Thessalonica, bij ons. En de volgende dag gingen wij te Sidon aan land, en Julius behandelde Paulus menslievend, en stond hem toe naar zijn vrienden te gaan en hun verzorging te genieten. En vandaar in zee gestoken voeren wij onder de beschutting van Cyprus, omdat de winden tegenzaten, en wij voeren door de open zee langs Cilicië en Pamphylië, en liepen te Myra in Lycië de haven binnen. Daar vond de legeroverse echter een boot uit Alexandrië die naar Italië voer, en hij liet ons daar aan boord gaan. Nadat we ettelijke dagen langzaam verder hadden gevaren en met moeite ter hoogte van Knidos waren geraakt omdat de wind ons belette vooruit te komen, voeren wij vervolgens onder de beschutting van Creta ter hoogte van Salmone en na met moeite langs de kust ervan te zijn gevaren, bereikten wij een zekere plaats Schone Havens geheten, waar de stad Lacea dichtbij lag. Aangezien er geruime tijd was verstreken en het nu riskant was om te varen, omdat zelfs de vasten van de verzoendag al voorbij was, gaf Paulus raad en zei tot hen... Mannen, ik bemerk dat de vaart niet zonder schade zal verlopen en met groot verlies gepaard zal gaan, niet alleen van de lading en de boot, maar ook van onze zielen. De legeroverze gaf echter meer gehoor aan de stuurman en de eigenaar van het schip dan aan wat door Paulus werd gezegd. Omdat nu de haven ongeriefelijk was om er te overwinteren, gaven de meesten de raad van daar weg te varen om te zien of zij op de een of andere wijze Phoenix konden bereiken. Een haven van Kreta die open ligt naar het noordoosten en naar het zuidoosten, om daar te overwinteren. Toen bovendien de zuidenwind zachtjes waaide, dachten zij hun voornemen al zo goed als verwezenlijk te hebben, en na het anker te hebben gelicht, voeren zij vlak onder de kust van Kreta. Het duurde echter niet lang, of er stak een stormwind, een raquilo genoemd, tegen het eiland op. Daar de boot werd meegesleurd en de kop niet op de wind kon houden, gaven wij het op en lieten ons meedrijven. Wij liepen nu onder de beschutting van een zeker eilandje Kouda geheten, en toch konden wij nog maar nauwelijks de sloep bij de achtersteven bemachtigen. Maar na die aan boord gehezen te hebben, namen zij voorts hulpmiddelen te baat om de boot te ondergorden, en daar zij vreesden op de sirtes vast te lopen, haalden zij het tuig neer en lieten zich zo voordrijven. Omdat wij door de storm echter geweldig heen en weer werden geslingerd, gingen zij er de volgende dag toe over het schip lichter te maken, en de derde dag wierpen zij eigenhandig het scheepstuig weg. Toen nu vele dagen lang nog zon nog sterren verschenen, en wij de kracht van een niet geringe storm ondervonden, werd tenslotte alle hoop dat wij gered zouden worden afgesneden. En toen men al geruime tijd niet had gegeten, ging Paulus voorts in het midden staan en zei, Mannen, gij had werkelijk naar mijn raad moeten luisteren, en niet van Creta moeten wegvaren, dan zou gij niet deze schade en dit verlies hebben geleden. Toch raad ik u nu aan, goede moed te houden, want geen ziel van u zal verloren gaan, maar alleen de boot. Vannacht namelijk stond er een engel bij mij van de God aan wie ik toebehoor, en voor wie ik heilige dienst verricht, en hij zei, Vrees niet, Paulus, gij moet voor Cesar staan, en zie, God heeft allen die met u varen, goed gunstig aan u geschonken. Houd daarom goede moed, mannen, want ik geloof God dat het precies zo zal gebeuren als mij is gezegd. Wij moeten echter op een zeker eiland stranden. Toen nu de veertiende nacht aanbrak en wij op de zee van Adria rondzwalkten, kregen de zeelieden te middernacht het vermoeden dat zij land naderden. En zij peilden de diepte, die twintig vademen bleek te zijn. Zij legden daarom een korte afstand af en peilden opnieuw. En de diepte bleek vijftien vademen te zijn. En uit vrees dat we ergens tegen de klippen geslagen zouden worden, wierpen zij van de achtersteven vier ankers uit en wensten intussen dat het dag werd. Maar toen de zeelieden uit de boot probeerden te ontsnappen en de sloep in zee neerlieten, onder het voorwensel dat zij van de voorsteven ankers wilden uitwerpen, zei Paulus tot de ze en de soldaten: Indien deze mannen niet in de boot blijven, kunt gij niet worden gered. Toen kapten de soldaten de touwen van de sloep. En lieten deze vallen. Tegen het aanbreken van de dag nu moedigde Paulus voorts allen zonder uitzondering aan om wat voedsel te gebruiken en zei: Het is vandaag de veertiende dag dat gij voortdurend hebt gewaakt zonder te eten, daar gij niets tot u hebt genomen. Ik moedig u daarom aan wat voedsel te gebruiken, want dit is in het belang van uw veiligheid, want geen haar van uw hoofd zal vergaan, van niemand van u. Nadat hij dit had gezegd, nam hij ook een brood, dankte God in tegenwoordigheid van hen allen en brak het en begon te eten. Derhalve werden zij allen welgemoed en gingen ook zelf wat voedsel gebruiken. In het geheel nu waren wij met 276 zielen in de boot. Toen zij van voedsel verzadigd waren, gingen zij toe over de boot lichter te maken door de tarwe overboord te werpen in zee. Toen het tenslotte dag werd, konden zij het land niet herkennen, maar zij bespeuren een zekere inham met een strand en waren vastbesloten zo mogelijk de boot daarop te laten lopen. Zij kapten daarom de ankers en lieten ze in zee vallen, terwijl ze tegelijk de banden van de stuurriemen losmaakten en na het voorzeil voor de wind te hebben gehezen, hielden zij op het strand aan. Toen zij op een zandbank terechtkwamen, die aan beide zijden door de zee werd omspoeld, Lieten zij het schip daarop vastlopen. En de voorsteven raakte vast en bleef onbeweeglijk zitten. Maar de achtersteven werd door het geweld van de golven stukgeslagen. Toen rees bij de soldaten het besluit de gevangenen te doden, opdat niemand zou wegzwemmen en ontsnappen. De legeroverste echter wenste Paulus veilig over te brengen en weerhield hen van hun voornemen. En hij gebood dat zij die konden zwemmen zich als eersten in zee moesten werpen om aan land te komen en dat de overigen deels op planken en deels op zekere dingen van de boot moesten volgen. En zo gebeurde het dat allen veilig aan land werden gebracht. Hoofdstuk 28. En eerst toen wij in veiligheid waren, vernamen wij dat het eiland Malta heette. En de mensen die een vreemde taal spraken Betoonde ons buitengewone menslievendheid, want zij ontstaken een vuur en ontvingen ons allen behulpzaam, wegens de regen die er viel en wegens de koude. Toen Paulus echter een bos door hout bijeenraapte en op het vuur legde, kwam er ten gevolge van de hitte een adder uit te voorschijn die zich aan zijn hand vastbeet. Toen de in een vreemde taal sprekende mensen het giftige dier aan zijn hand zagen hangen, zeiden zij voorts tot elkaar. Deze mens is vast en zeker een moordenaar, en alhoewel hij veilig aan de zee is ontkomen, heeft de wrekende gerechtigheid hem toch niet toegestaan te blijven leven. Maar hij schudde het giftige dier van zich af in het vuur en ondervond geen letsel. Zij verwachten evenwel dat hij zou opzwellen ten gevolge van een ontsteking of plotseling dood zou neervallen. Toen zij na lang wachten zagen dat hem niets schadelijks overkwam, Veranderden zij van gedachten en zeiden dat hij een god was. In de omgeving van die plaats nu bezat de voornaamste man van het eiland, Publius genaamd, landgoederen, en hij ontving ons gastvrij en was zo welwillend ons drie dagen onderdak te verlenen. De vader van Publius echter lag juist door koorts en dysenterie gekweld te bed, en Paulus ging naar hem toe en bad, legde zijn handen op hem en maakte hem gezond. Nadat dit gebeurd was, kwamen voorts ook de overige mensen op het eiland die ziekten hadden naar hem toe en werden genezen. En zij vereerden ons bovendien met vele geschenken, en bij onze afvaart overladen zij ons met al het nodige. Drie maanden later voeren wij af in een boot uit Alexandrië, die op het eiland had overwinterd, en als schegbeeld zonen van Zeus droeg. En wij liepen de Syracuse de haven binnen en bleven daar drie dagen van waar wij omvoeren en te regium aankwamen. En een dag later stak er een zuidenwind op, en de tweede dag bereikten wij Puteoli. Hier troffen wij broeders aan die ons dringend verzochten zeven dagen bij hen te blijven, en zo gingen wij op Rome aan. En vandaar kwamen de broeders, toen zij het nieuws omtrent ons hoorden, ons tot aan de marktplaats van Appius en de drie tavernen tegemoet. En toen Paulus hen zag, dankte hij God. En schepte moed. Toen wij tenslotte in Rome aankwamen, werd het Paulus toegestaan op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte. Drie dagen later echter riep hij degenen die de voornaamste mannen der Joden waren bijeen. Toen zij bijeengekomen waren, zei hij voorts tot hen: Mannen, broeders, ofschoon ik niets had gedaan tegen het volk of de gebruiken van onze voorvaders, werd ik vanuit Jeruzalem als gevangene overgeleverd in de handen der Romeinen. En deze wilden mij, nadat ze mij hadden verhoord, vrijlaten, daar ik niets had bedreven wat een grond voor doodstraf was. Maar toen de Joden dit bleven tegenspreken, werd ik gedwongen mij op Cesar te beroepen, doch niet alsof ik iets had waarvan ik mijn natie kon beschuldigen. Waarlijk om die reden heb ik dringend verzocht u te mogen zien en toe te spreken, want wegens de hoop van Israël ben ik in deze keten gesloten. Zij zeiden tot hem. Wij hebben geen brieven betreffende u uit Judea ontvangen, en evenmin heeft iemand van de broeders die hier is aangekomen iets kwaads over u bericht of gesproken. Maar we achten het juist van u te horen wat uw gedachten zijn, want werkelijk, wat deze sekte aangaat, het is ons bekend dat ze overal tegenspraak ondervindt. Zij spraken nu een dag met hem af en kwamen toen in grotere aantallen naar hem toe in zijn verblijfplaats. En hij zette de zaak aan hen uiteen. Door grondige getuigenis af te leggen betreffende het koninkrijk gods, en door van de morgen tot de avond, aan de hand van zowel de wet van Mozes als de profeten, met overredingskracht tot hen over Jezus te spreken. En sommigen geloofden toen wat er werd gezegd, anderen geloofden niet. Omdat zij dan niet met elkaar eens waren, maakten zij aanstalten om te vertrekken, terwijl Paulus deze ene opmerking maakte. Treffend heeft de Heilige Geest door bemiddeling van de profeet Jesaja tot uw voorvaders gesproken en gezegd, Ga tot dit volk en zeg, Door te horen zult gij horen, maar geen zins begrijpen, en door te kijken zult gij kijken, maar geen zins zien. Want het hart van dit volk is onontvankelijk geworden, en met hun oren hebben zij gehoord zonder te reageren, en hun ogen hebben zij gesloten, opdat zij nimmer met hun ogen zouden zien. En met hun oren horen, en met hun hart begrijpen en terugkeren, en ik hen gezond zou maken. Het zij u daarom bekend dat dit, het middel waardoor God redt, tot de natiën is uitgezonden. Zij zullen er stellig naar luisteren. Zo bleef hij dan twee volle jaren in zijn eigen gehuurde huis en ontving vriendelijk allen die bij hem kwamen en met de grootste vrijmoedigheid van spreken, zonder belemmering predikte hij het koninkrijk gods tot hen en gaf hij onderwijs in de dingen die met de Heer Jezus Christus verband hielden.